Pancratiusplein in Heerlen, de grote optocht van Heerlen van 2016. Van de Wingbuelen, Hans van der Locht is dit, opperwingbuel. Wat is ook weer een opperwingbuel? Dan ben je de baas van alles. Nou, de baas ben ik niet. Maar dat is al zo klussigheid natuurlijk. Ja, maar dat is niet de vorst ofzo? Of? Nee, we hebben een heel het verschil gemaakt tussen een stukje representatie. En dat doe ik. En we hebben een vuur zitten, dit alle bestuurlijke rompslomp en alle gezever allemaal. Okay. En daar hebben we een vuur zitten voor. En ik doe de presentatie voor onze klussigheid voor de vereniging. Okay. En we zijn net gestopt met ook een prins, hè, ook een jeugdprins, op nummertje 111. En we gaan gewoon verder met deze gigantische optocht hier door de binnenstad van Heerlen. En we zijn gebleven bij 112. We kijken even weer uit het raam. Even kijken. Oh, daar is 112. En ik zie allemaal hertjes voorbij komen. Hertjes. Fantastisch. Volgens mij is het een hele spektakel. Ja, want die vierhand als had op de richtige plaats aan boord. En ze hebben richtig mooie schoenen harten bij zich in de optocht van Heerlen. Ja, wel, wat aan boord is tegen. Het thema is spas aan boord. Dat heeft allemaal te maken met de blauwe shoot. Die Heerlen trekken altijd een week voor vastgeloven door de regio, door de provincies. Ze zijn zelfs in Venlo geweest dit jaar. En daar zijn ze dakker geweest. Ze hebben zelfs een keer in de optocht van Venlo met gedaan. En dan komen ze de vastgeloven aankondigen. En dat hebben ze voor de 66e keer gedaan. En daarom is het optochtthema, het jaarmotto van de Wingbuelen dit jaar, spas aan boord. Maar dan op zijn hele zijn. Spas aan boord. Spas aan boord. Ja, daar hebben we altijd onze dialect Minchvuur. Dat is van Paul Münsterman. Dat dacht ik. Van Paul Leeuw. Die zorgt er altijd voor dat het hele precies zo geschreven en uitgesproken werd. Wie dat het zich gehuurde delen. Ja, en deze mensen hebben het hert op de juiste plek, namelijk ze hebben het hert aan boord. Mooi uitgebeeld. We kunnen wel wat liefde gebroeken op de wereld, hè? Huidse dag. Ja, gelukkig hebben we met de vastgeloven. Tot nu toe altijd nog geluk dat het goed verloopt. Zoveel u op de wee. Maar afgelopen weekend hebben we ook weinig wanklanken gehuurd. Hey, ja, gisteren ook in Venlo, alles goed verlopen. Heb straks zo'n 30.000 man bij elkaar. Ja, het is gezellig. En Giekeren is toch op zich redelijk tolerant voor elkaar. En het is natuurlijk ook wel zorg dat ze het van tevoren goed organiseert, goed regisseert. Dat ze het zelf in de hand hield. Een roetsbaan van de Graasvreters. Ah, fantastisch, een roetsbaan in de optocht. Ah, dan kunnen de kinger zeker spas beleven. Alhoewel, kinger zit niet alleen kinger. Volgens mij gaat die groeten ook weer van de glijbaan af. Vier roetsen door optocht op en af. De Graasvreters. Wensen raden. Ja, Hans, ik heb foto's gezien uit Venrooy. En ik heb foto's gezien uit Sittard van vandaag. Het snijdt gewoon overal bomvol. Het ganse Meerplein is dan vol met mensen, duizenden mensen bijeen op allerlei verschillende activiteiten met de vastelovend, de festivalisering van de vastelovend tuurt dat natuurlijk ook aan, maar hier ook bij de optocht en heerlijke kiektoos aan de overkant stond er zeker 3, 4, 5 vrije dik. UG. Ja, dit staat overal zo vol, want zeker vanaf de Vlootstraat, ook de Orkestraat, zit flink het publiek en de rest van het centrum is ook groot gevuld met bezoekers. Maar het is natuurlijk ook dat het een hele schoene optocht is om te kijken. Het doet misschien gaat lang, dus op een gegeven moment zit er toch wel gaat nu die of vroeger komen. En dan vroeger weggaan of gaat het later komen. Maar gelukkig dat er veel nu naar de optocht van Heerlen komen kijken. Ja, die zien ons op televisie. Ja, rennen die in paniek allemaal naar boete? Dat zou ik niet zeggen. Mee? Nou ja, dat zou ik niet van mezelf durven zeggen, Tom. Ik wel, ja, best. Natuurlijk, bij de vastgeloven hebben we ons in die spiegel kunnen kijken. Was die in eigen zwakheden turnen. Kijk eens, nog meer stewardesses. Keep calm en vlieg met de heerlijke luchtvaartmaatschappij. Dat is spas in zich. Kijk
gedaan. Met de eigen schilderijen bezig. Hoe ze selfies met maken in de optocht. Ja, we kregen nu live instructies in de stroot wie ons moet gedragen in dit vliegtuig. Keep calm like me. Op reis met de heerlijke luchtvaartmaatschappij. Van Spas in zich. De club die ook wel een flinke tour gesmet geeft in de hele Barcelona optocht. Vanaf 2008 zit hij actief in de optocht. En ik denk dat ze het dan goed begrijpt als het publiek erbij betrekt. Als ze de mensen langs de stroot door B-holes en dan met buurt doen met die thema, die onderwerp of vast ook verzint. Enorme wagen weer, met enorme geluidsboxen er ook op. CV de Laatkomers uit Meesterbroek. Met sterren zie je. Nou, dan ben ik benieuwd wat ze daar nog met bedoelen. Met sterren zie je. Geven ze dan licht of zijn ze dan belangrijk? Of? Ja, we gaan eens even kijken. Kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Sterren zien ik genoeg. Ik ben de enge bewaarder van Heerle. Oh, wacht. Op de fiets. Op de fiets. Met een toets. Oké. Maar wat geeft ze bewaken? Alles. Oké. Okay. En vooral de winkel, wie dat kreewinkel. Oké. Okay. Allee. Het beste, wa? Die had het nodig. Ja, ja, allee. Het ging jullie goed, wa? Dit ook. Allee. Ja, ik zag hem straks al fietsen, de engel, hé. De Hels Engel. En over Kreewinkel gesproken, hij is volgens mij gewoon met de optocht. Dus ja, als hij zich nog een pils gedrinkt, dan sluit hij dadelijk nog even aan Toffel. Ja, misschien dat we straks nog eens even kunnen uitnodigen om even langs te komen. Ja, dat komt al. Maar eerst nog de sterren. Wat waren ze nog alweer? Want sterren zien. Wat als sterren zien? Nou, ja, maar ik denk dat ik een begrip hoor. Het zijn natuurlijk sterren die strolen in de optocht. En ze zijn sterren die zich presenteren als sterren. En dan is ze sterren, zie je. Ja, het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zien. Ja, als ze maar lang genoeg herhaald en gaat breuzels, dan komt ze er vanzelf al uit. Maar prachtige kostuums hebben ze gemaakt in Meesterbroek. Een echte familie-vriendengroep uit het Meesterbroek. Oh, daar hebben we even dat bordje gemist. Hij heet Igwaal erachterop. Ja, ren nog eens even naar het bordje. Kijken wat dat was. Nou, hopelijk dat lukt. Ik heb de volgende wagen voorbij. Een richtige Einzelganger. Ingestapt zonder in te schrijven. Ik loop niet. Ja, daar is ze. Ik loop niet met. Oh, ik snap hem. Nou ja, als is ze een klein beetje behinderd. Doe maar gewoon met de optocht. Heel loopt niet met. Maar de persoon erachter. Heel op de ruk. Echt wel. Rob is erbij. Ik loop niet met. Nee jong, het werd elk jaar zwaarder en zwaarder. En ik ben 34 jaar metgelopen. Ik denk, lief gewoon, het is 34 jaar, maar we zijn erbij. En dat is het belangrijkste. En als ze zo met zit in de optocht, is dat ook leuk? Ja, ik heb steun ondersteuning, hè. En ik voel me eigenlijk een beetje prinselijk zo. Dat dacht ik. Dus ik heb niks te willen zo. Oké. Okay. Oké, fijne Barcelona, hè. Mogen de Einzelgängers gewoon aanschuiven? Als ze dadelijk nog een idee hebben, ze moeten er nog in springen, Hans. Smakelijk trouwens. Ja, dankjewel. Ik ben een lekkere poefel in dit. Oh ja? Nou, drie stuntjes is dat wel lekker. Nou, in principe zitten de Einzelgängers ook, die schrijven zich normaal ook in. Maar er zijn toch altijd van de lieden die de dag van de vuur nog een idee hebben en gewoon spontaan instappen. Maar die weer er niet uitgezet, hè? Ze zijn gewoon welkom. Nee, verzetten ze niet eruit. Dat zou heel miljoen zijn als dat gaat gebeuren. Ik zie allerlei vreemde vogel voorbij komen in allerlei kleuren. Ja, dat zit een Spacebug. De Spacebug is een groep die al jarenlang metrekt. Ja. Opgericht in 1996. En dokter Freddy Niehoff. En de Freddy kinderen vannacht. De bouwt ook prachtige wagens in de loods. Een hele.
En dit jaar hebben ze vogels als thema genomen en ze hebben een fantastisch kleurrijke groep ervan gemaakt. Ja, vogels of vogelen? Dat is wat anders, hè? Dan hebben ze ook het werkwoord vogelen. Ja, nu kunt het voor het op het dialect gooien. Ja, maar als ze de zeg maar het vruchtbare seizoen, hè, als ze het vuurjaar, de lente wil verwelkomen, moet ze flink vogelen, toch? Ja, dat zou zo kunnen zeggen, joh. Ja, dat is helemaal gelijk. Maar of ze dat nou echt bedoelen? Ja, laten we nu maar zelf beslissen wat ze ervan vinden. Ik zie een blauw shirt, ik ook. Ja, maar die hebben toch pas... Oh nee, ik zie het al. Dat zijn de carnavals van... Niet wichtig. Je hebt een eigen blauw shirt die zich. Een klinkblauw shirt had veel gemak en een werkelijke. Dat zieke boot op de boot met de kleinste erin. Prachtig. Een lege schuster. Het ouderwetse knutselwerk. Fantastisch dat de Luzig toch zoveel moeite doen. En met motto naar het uit te beelden. Met allemaal een blauw shirt om zich in. Ja, ze hebben immers pas aan boord. Maar soms vallen veel boeten de boot. Ja, die vallen natuurlijk met de prijzen misschien boete de boot. Maar als de jury goed kijkt, dan... Maar ik denk dat voor de jury ook niet het allerbelangrijkste moet zijn wie chic dat de pakjes zijn. Wie schoen dat ze gebouwd hebben. Maar ik vind de show ook erg belangrijk. Wie dat de groepen zich presenteren. De interactie met het publiek. Daar moet de jury ook zeker op letten. Want dat is zo belangrijk in de optocht. En daar ontbreekt het dit jaar niet aan. Dat nee, kan ze niet zeggen. De groepen presenteren zich op een fantastische manier. De ene dans, de andere maakt foto's of ze hebben hun eigen boten en hebben een eigen vaarroute. Hij heeft het parcours van de optocht. Op het Pancratiusplein in Heerlen. Het Sunke is langzamerhand de andere kant doet gedraaid. Zoals je niet gans meer in het Sunke, maar het is goed voor toe op het Pancratiusplein. En we willen goed voor zorg met een natje en een drankje. Hij in Heerlen. Is het goed vertoeven? We kijken diep de Akerstraat in en er kleurt het roze. Dat is het roze van de Wink Boobies. Zullen we daar ook wel uitleggen. Ook een belangrijke club die de Vasteloven tegen een heel ondersteuner komt de wagen al aan. Hij op de drie. En ook hij is een salut aan de shoot gemak. Hans, de Wink Boobies. Ja, Wink Boobies. Wat moest je daarvan vertellen? Het zijn een aantal dames die hebben zich bijeengepakt in het jaar dat René Vaassen prins wordt in Heerlen. En die verzetten zich een beetje tegen de gevestigde Vastelovend, zoals de Nata Raab en Venlo. Maar dit zijn dames. Ja. En die dames hebben zich gegroepeerd. En dat is niet zomaar een groepje. Die zijn met 45 dames bijeen. En die zetten elk jaar een fantastische show in elkaar. En kijk eens wat ze dit jaar weer fantastisch uitgedost hebben. We kijken mee, Hans.
Ja, ik stond hier bij het Annetje Schoolmeesters en sowie de Wengbullen, de mannenclub. Hand van dan nu de vrouwenclub en de hand van dan niet de moelemaker, maar het moeleboebie. Zag, wie lang hadden geproofd hij op? Wat zeg je dan? Wie lang hadden geproofd hij op, geoefend? Drie maanden. Echt hoor? Ja, het zit in de genen, hè, hoef je zo lang te oefenen. Nou, drie maanden vind ik al zo erg veel. Ja, één keer per drie maanden. Oh, oké. Zeg, maar het is goed geploept hier niet. Ja, we zijn de Chutemariekes. En wij zijn de Chutemariekes, we geven onszelf en een jarige shit cadeau. De shit heeft dit jaar de 66e tocht en die laten geen vrouwen aan boord. Dus dan zeggen wij, dan lopen we maar voor boord uit. En dan hebben ze van onze 33 maal twee benen cadeau gekregen. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat de bemanning van de blauwe shoot er erg vroeg met is. Ja, het leven is nooit meer zoals voorheen voor de jongens. Oké, hoi. Nou, Annetje wil het woord nog altijd goed te voeren. Ik zag hier door nog redelijk wat strakke benen, hoor. Huh? Ja, de dames lopen wel chic bier, hoor. Zeker weten. Goed ingegonnen op het thema, op het idee. En mannen, ik weet goed. Je kunt nog in de bekker voorbij. Snel, hè. De nette kadetten. Ook dat is een bekende groep uit Heerle, Hans. Ja, het is een van de groepen die al vanaf 1968 besteedt. Dus een hele oude vereniging. Die hebben elk jaar ook weer een fantastische act in de opdracht. Ja, ik zie het beschuurd of niet? Ja, die hebben dit jaar na 66 jaar Spas en Lol loopt de beschuurde mannen dit jaar in een andere rol. Ah, beschuurd, beschuurd, blauw schuurd, ja. Beschuurd. Ah, ik heb en hem door. En in een andere rol, hè. Zo is het, hè. De rol in de eigen boot gemaakt met paddles. Fantastisch wie die dat doet. Dit is wat voor de jury, denk ik. Ja. Hè? En ik moet ik zeggen, die houden gisteravond ze kadettenbal in Café der Klingen heen hele. Elke keer afgeladen vol, hartstikke gezellig. Maar dat hebben ze natuurlijk ook te danken aan een perfecte performance heen in de optocht. Er zitten ook een aantal oud-prinsen bij van de Wingwielen. En in de laatste beschutrol zit er Patrick van Kasteren. Dit is als een creatieve man, die ook de orders van de Wingwielen ontwerpt. En alle ontwerpwerk die ik ook voor het Knipa Ploem, de poster ontworpen. Ja, daar zal natuurlijk hier ook zien invloed hebben laten gelden. Ja, als je creatief bent, zie je dat toch terug in zo'n groep ook. Ik vind het prachtig goed gevoerd dat ze met een beschuurdrol door de optochtkens roeien. Ja, ik moet zeggen, we zijn gruus erop als Wingwielen dat we zo'n groep in de optocht hebben. Maar we zorgen hem natuurlijk net al even bij ons komen. Binnen de groep zit de vuurzitter van de Wingwielen. Van Paul Frisse, die daar elk jaar toch met in de optocht met geeft. Met zien, kadetten. Fantastische groep, heel heerlijk. Ja, dat kind zich natuurlijk wel eens druk maken als ze een thema maakt. Dat ze misschien de creativiteit een beetje de kop in drugs. Maar dat is vanmiddag in heel totaal niet het geval. Want dan moest ze natuurlijk met zo'n thema, spas aan boord. Ja, dat is toch een thema geworden, was ze veel met kids. Dat hoest ik niet te halen, steeds aan de blauw shoot. Maar dan moest je wel een variant op vinden. En de Luz en Free om er wel of niet met het mee te doen? Anne, wist toch op straat? Anne, volgens mij, je bent echt super mooi verkleed. Maar ben je ook een beetje verlegen vandaag? Ja, hè? Zullen we maar gewoon zwaaien naar huis en de groetjes doen? Hallo! Doei! Zo huurt dat. Ja, prachtig. CV Mia Culpa. 2005 sinds ze begonnen. Ze betekent dat ze eenmaal 11-jarig jubileum hebben. En dat is een groep die we al ontzettend goed kennen. Want daar zit ook een van de oud-adjudanten van OSB. En ik heb begrepen dat er Tom Hoeber, onze oud-stadsprins, ook weer terug is. Wie Mia Culpa, die hebben dit jaar hippies. Hoe met ze al 11 jaar vastgelopen vieren. Prachtige pekskes. Chic dat die groep weer zo bij is met die klinkmupjes voor wie de toekomst is gegarandeerd in Heerle. Voor vastelovend geeft weer gewoon met. En dat Tom had dit jaar ook zijn eigen chatelief metgenomen. En de Martina. En de Martina is ook weer zwanger van een baby. Dus volgend jaar kunt er weer een bij. Fijn allemaal die details ook, zwangerschappen en dat soort dingen. Ja, dat zijn altijd, de kinderen... Daarom heb ik dichterbij. Ja, dat is altijd belangrijk dat er het nu bloot kunt benelen. Dat flink gevogeld wordt in de stad. Huh? Oh ja, wordt dat vogelen? Nee, dan het vuur, joh.
Ja, dat duidde met vuur, joh. Dat leed in het linten weer. Kijk, hij komt met de type. Ja. De type is echt zo'n mannenclub. Moet het Bekkerveld aardel doen voor rijden. Je hebt 16 jaar tussen het wal en het chip geraken. Maar daarom stond ze nu ook aan boord van het eigen chip. Hey, beetje veerkant. Maar de type, vrienden komen trouwens de type treffen. Had een fantastisch bal, hij in een van die wietschaften. Gezelligheid ten top met de type. En ook bij de type staat de muziek keihard. En dat brengt natuurlijk flink wat sfeer hier op de ek. De Frans Timmermans, kijk dat met. Oh, dat dikke van Heerlen. Ja, tussen al die wagens in is het wel goed dat ons cameralu nog af en toe een eindsomganger weet te vinden. Tussen al het muziekgeweld in. Gelukkig hebben we voor een paar weken de eindsomgangers op toch van Oud-Rinburg. En dan is het alleen maar aandacht voor de eindsomgangers. Maar ik zoek iets voorbij komen met de Frans Timmermans, eurocommissaris. Uit Heerlen. We worden gisteren nog op de Schluterlu gebracht. Ja? In Heerlen. We worden uitgenodigd door Ralf Kreewinkel om door erbij te zien. En hij had natuurlijk nog een plaatje in Heerlen. En wie gisteren de moedermaker van de Blauwe Schuit zag, dat ze zijn woning in Brussel beter verkocht kunnen krijgen dan in Heerlen. En kijk eens, hey, wat een prachtige groep. Ja, dan word ik een beetje lyrisch over de meisjes van de Blauwe Schuit. Oh, dit ziet er inderdaad prachtig uit, joh. Want dat zijn ook de dames van de Blauwe Schuit. Die hebben zich dit jaar bij ingepakt om samen de optocht te lopen in Heerlen. De dames van de Schuttenmannen die hij in de optocht metgunnen. Ja, want die missen hun mannen dan 5 dagen achtereen, hè? Ja, op maandag vertrekt de Schuut 's morgens en dan vrijdagavond komen ze pas terug. Dus 5 dagen zonder de manslu. Eigenlijk, die kinderen groeien allemaal op met een trauma, hè? Nou, nou. Dat vult wel met. Ik lach erbij, ik lach erbij. Ja, dan lacht er met. Ja, maar dan zal ze in de pad maar een ganse week missen. Hè? Ja, ja. Ik moet niet zeggen, in de groep daar lopen ook mijn drekingen. En die zijn de pap langer dan 5 dagen kwijt met die Barcelona-zaak. Ja. En ik heb ook ontzettend veel respect ervoor dat die dames het allemaal doen. Zoals mijn vrouw ook, 3 dagen. Een ganse week, en misschien nog wel langer, met die drekingen op pad. Terwijl de pap op stap is. Ik moet het zeggen, een fantastische opgave. Respect ervoor. En hey, ook in de optocht, fantastische schoenen pakjes. En die hou ik natuurlijk al gezien deze week. Ja. Anne, wat is ze? Op strook natuurlijk, maar waar? Ja, Remco, wie wil dat zo nu als Mr. Serious Request? Ja, goed. En als leefstad heel hij weer knallen met z'n allen. Dat gaat goed. Ja, dan doen we met carnaval, hè? Ja, maar bij Serious Request wil het gewoon af, was klaar. Was... Ja, ja. Ik ben het helemaal met een eens. Wat was het chance moment? Eigenlijk gewoon 7 dagen lang een volle stad hier. Hier en hier gewoon op het plein waar we nu aankomen. En ja, dat was eigenlijk mooi. Gewoon de bezoekers, de Heerlenaren die echt het gevoel hadden dat ze gewoon 5 centimeter langer werden. Omdat ze trots gingen staan en echt zoiets hadden van dit is Serious Request, dit is Heerlen. Ja, ja, ben je helemaal met de geest. Hey, even een tussenhondje. Ik heb informatie ingevuld over ik als de labdrons van 8 pagina's lang. Maar goed, en dan stond wie dat je maar de rode kaart ging. Ja, maar die gaan we dadelijk weer halen. Dus, Ja, maar dat is omdat we een beetje de muziek daar hebben. Maar nu heb ik het voor dicht in het pakje. En ik heb het lekker zelf iedereen rondkijken. Alsjeblieft. Dankjewel. Fijne carnaval verder. Tot de Lab Schwanze in de hele Barcelona's optocht. En het aanhouden, natuurlijk een interview met de Remco Matar, een van de mannen die Serious Request naar Heerlen geholpen heeft samen met de Bart Kuipers. En dat feest helemaal hebben maar georganiseerd vanuit de gemeente. Fantastisch veel side events. Volgens mij wordt dat de versie van Serious Request voor de meeste side events georganiseerd worden. En dat hebben we in Heerlen geweten. Fantastisch. Wauw. Wie kniepen al die zag. Wauw.
En nog de Eskimo's. Groep 124. Shubgek. En ze wisten niet goed wat ze moesten weren. Door maar pekjes met schone kleuren. Kijk eerst de deken weer, Hans. Kijk de lappen weer achter in beeld. Kijk of vandaag nog even. Hij had iets met Frans Timmermans. We moeten vandaag eens even kijken wat dat is. Ja, hier is nog deze geweldige kapitein. Kijk, dat is prachtig, hè. Oh, wat had hij een vette glans op het gezicht, hè? Wat heet dat op, zo? Guy? Ik kon dat even niet goed zien. Oh ja, Guy Airlines. Guy Airlines. Nou, liep wat voor Rob Dijks dan, weet? Oh, dan moet je maar goed oppassen als ze er naartoe lopen. Zeker. Zijn ene knappe vent is hier in de straat, is het Rob. Hier is Rob, ja. Ga naar de Guy Airlines, kom op Rob. Kom man. Ja, kijk een quote. Oh, hij durft het. Ja, ja, zeker. Oh, dat is een enige wat te durf. Oh, zwaai. Dat is wel een richting, hè. Vandaag, dat is wel erg knap en manduur. Ja, ja, dat was wel een beetje in de bokken gegooid, dat weer, hè. Dat dacht ik. En we hebben een bestemming opgezogen, een beetje kleur opgedoven vandaag. Ik vind dat bad ook zo mooi. Ja, ja. Puur natuur, meneer. Puur natuur. Ik zeg het hoor. Geweldig. Ja. Pas op voor de vrouw nu, hè. Ja, ja. Ik heb kans gehoord. Ik denk dat ik het niks weet. Voilà. Voilà. Dit is Sevi Loka. En het zijn de 8 dames uit Welte. Die met tropische kleuren in alle soorten en maten maken ze spas aan boord. Even samen op de camera. Kijk eens wat een schoenshot. De dames amuseren zich prima hij in de optocht. VV Ummelfest. Een fanatieke groep die elk jaar metgeeft in de optreden. VV Ummelfest heeft ook weer voor elkaar gebokst. Nu laten we weer in de ring onze tang zien. Oh, kunnen ze bieten dan? Ja, we gaan vanzelf zien. Dat ze de tand maar laten zien. Ze hebben ons gelukkig nog. Moet ik even de venster toemaken misschien? Ja, doe dat maar. Wat zei je net naar binnen komen? Oh, ik zie het al. Die hadden de tank bovenop de muts zitten. En zo denken ze als ze kunnen pakken, maar ja, ik heb de venster toegemaakt, Tom. Die komen niet naar binnen bij ons. Mooie pak hier, goed verzorgd, prachtig. En lekker warm. Ja, daar hebben ze hem weer. De Einzelganger. Is hier ja, dus aan het parkeren. Daar is ze weer, de deken. Dus kijken welke cameraman. Misschien is dat wel de nieuwe deken van Heerlen. Want we hebben net begrepen dat de deken van Heerlen afscheid gaat nemen van Heerlen. En, omdat het allemaal een beetje zwaar wordt met zijn gezondheid. Ja. Het gezag dat zich niet meer 100% kan inzetten. Dat we een nieuw deken vliegen in Heerlen. Misschien is hier wel de nieuwe deken zich heen aan het solliciteren bij u. Dus misschien hebben we breaking news. Dat de zieltjes aan binnen zijn. De liepvrouwen zien van uw vuurhoos. Er waren een damesgroep. Hoe doen wij je? Denise, Jessie, Leslie, Ella en Laura. En die hebben ook 2 mascottes bij zich. Door Slingeraap en Leender de Draakje. Met spas aan boord trillen onze billen.
zullen we onze lieden voor ons joren stillen. Oh, dan moeten we toch eens gaan kijken. Ja, ze zien nog niet in beeld. We zien aan de overkant wat eindzorgangers die met publiek in het brood te zien. En door komt de groep pas achteraan. Dit is nog helemaal vers met een prachtig vaandel. En dan mooi voor Sier de pakken. Inclusief de bietertjes. In de deken weer. Ja, dit is echt vastelovend, zo'n man die gewoon met het publiek proot en de mensen een of andere onzin verkup. De mensen spiegel verheelt. En Rob is de voice-mikkie. De want het is omgekeerde kisten van kant. Mooie familie, dat doet er 11 jaar met. Nog allemaal even veel plezier. Ja, dat zeker. Al het feest daar. En het bijzondere is, had ik begrepen, je gaat nummer in dezelfde zwarte jas, maar... Altijd wat anders. Al het feesten, altijd lol. Oké, de basis, zwarte jas en de rest. Ja. Leuk, goed zo. Hey, en veel plezier met het gokken en met de kaarten. Dankjewel. Hoi, hoi. Als we even uitleggen, Hans, de naknafs, dat moest eigenlijk omdraaien, toch? Ja, dat is eigenlijk de familie van Kam. Maar okay. Dus dit is zich niet inschrijven op de, als familie van Kam. Nee? Nee, dat is niet. En dan met de vastelovend werd alles op de kop gezet. We zochten naam. Dus het maakt wel de naknafs van. De naknafs. Oké. Okay. Oet Muschemix. Oet Muschemix? Ja. Ja, dat is er nog. Dat wordt er ook nog een. Ja, de Muschemix, Palemix. Maar dat ligt wel een beetje bij elkaar. Muschemix, Palemix, dat ligt een beetje bij één. Dus, okay. Dus Muschemix is heel kling. Dat komt, de woede mijn ouders altijd nog in de Muschemix. We gaan er een keer langs, ja? Ja, is goed. Als het allemaal voorbij is. Ja, dat wordt een beetje dat varen van Chandelen. Nee, dat wordt naar Chandelen varen, hè? Dat liedje. Hé, hey, spek met hij. Kijk eens aan. Deer is pas aan boord van de Ark van Noah. Oh ja, dat is natuurlijk ook in de boot, de Ark van Noah. De Ark van Noah is ook een boot. Ah, ik moet zeggen dat ze zich dat goed hebben laten invallen. Familiekoor, Youth Spirit, die hij met in de opdracht in Heerlen. Komen van dat moeilijk werk. Ja, dan zitten er altijd wat groepen die zo spontaan instappen in de opdracht in Heerlen. En zo is er ook een van die korpsen die veel in Heerlen nog Grieks zijn. Die komen nu daar achteraan. Ja, is dat meteen... officieel een korps? Nee, laat ze dat niet noemen. Dit is de herrie-menu. En die komen zo meteen hey, achter de wagen. Ah, 4 uur ze al aankomen. Hier is de Ark van Noé. Ja, miserabel is in het blauw vandaag. Het is een beetje saai, vind ik. Een beetje eentonig. Ja, het is echt saai. Maar gelukkig dat de muziek veel beter is. Het vaandel wordt gedragen door de NCRV-corrivee Aart Zeeman. Bekend van de Triangel. Anne is erbij. Hey Triangel man, hoe is het leven? Saai. Saai? Ongelooflijk saai. Ja, wat gaan we gaan doen? Ja, niet spelen. Spelen tot we er neervallen. Maar wij spelen nu saai. Saai la 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 la. Saai la la. Ja, Aart
Zeeman is de enige Hilversummer die kan zeggen dat hij tweede is geworden voor de LVK. Huh? Dit is miserabel, ja, een van de markantste Joekskapellen van Heerlen. Misschien is Joekskapel ook wel een beetje te min voor uur. En hun motto dit jaar is saai, en daar hebben ze ook een nummer op. De eerste nog een keer, Aart Zeeman, ook NCRV. Ik weet niet of vanaf dit NCRV zit. Maar is dat ook saai dan de NCRV? Weet je, dat kan goed, ja. Ik is veel beter alleen kieken, want dan kunnen ze de schoenen op te vernelen kieken. Ik ben bang dat we de toekomst iets meer met Hilversum te maken kregen, Hans. Maar ja, dat is mediabeleid. Maar goed, Aart Zeeman heeft zich goed ingeburgerd met zijn triangel. Ja, dan kunt elk jaar hier Barcelona vieren met Miserabel. Ja, hij begint al op woensdag, heb ik gehoord, hè? Ja, ze hebben een heksentreff in Heerlen. Nee, hij begint op woensdag, regisseur. Daar weet je niks van. De volgende groep, de Pietslemkes, denk ik dat zijn. Ja, dat zijn de Pietslemkes. Wat zijn Pietslemkes? Pietslemkes, weet ze niet wat een Pietslemkes is? Nee, ja, ik ben van Vendo, hè. Kom, leg het me goed. Een Pietslemke is zo'n lamp met batterie erin, met zo'n knopje uit. Dan komt er leeg uit. Een zaklamp. Een zaklamp, ja. Of een kniepkat. Ja, ja, meneer, kniepkat was zo aan blieven duien. Pietslamp is echt het groene batterie erin. Nou, ik vind het toch fijn dat ze dat af en toe het lees. Ja, wat wil ze zeggen? 66 jaar. Spas aan boord. Vier hele chemetjes deinen met. Ze hebben een fantastische uitdossing. Een aantal zeer meer minnen in de hele Vastelovensoptocht. Natuurlijk alles te maken met de blauwe schut. En dat wordt natuurlijk die miserabele ook. Die worden gans in het blauw. Ik weet niet of dat toevallig was, maar die hoogheid met de murals en al die wandschilderingen die gemaakt werden. Murals? Murals. Ja, dat zijn van die wandschilderingen die ze overal aan het maken zijn in Heerlen. Om de stad gaat op te vrolijken en gaat van die lege panden te beschilderen. Oké. Okay. Zodat Heerlen weer een beetje gaat leven. Dat het minder saai wordt. Dat het minder saai wordt. Anne? Wat is ze? CB, welke CB is dit? CB de Knechten! En ik heb hier opgezet, tweede beleid. Klopt dat? Blijkbaar, joh. Ik kan geen idee. Geen idee. Tweede beleid. Ja, 11 jaar, joh. Dat is toch wel een mooie keer. Ja, we hebben geen twee jubileum, dus dat is gewoon één jubileum. Ja, maar ja, ik mag even vertellen, dat is misschien twee, maar ja, nee. Geen blauw idee. Oh, nou, gefeliciteerd met één jubileum. Ja, dankjewel. En wie wil voorman krijgen van jou op? Wie wil wat? Wie wil voorman van jou op? Ja, heel veel. 1600 bomen voor één carnavalsvereniging. Slechts 16 personen, 1600 bomen ingezameld. Ramveel! Goed zo, Adam! Ja, de jeugd hakt de Vastelovend door, maar de kind zal dus hout hakken. Kijk maar eens, daar hakken ze. En Fabrizio is een van de beste hakkers muzikaal, ook in de optocht. Dat worden de knechten die heen en weer springen zijn. Ja, die zien het hakken. En hier komen de volgende alweer. De Schelmen van Heerlen. Dit jaar gaat die jubileum. Want die bestaat 33 jaar. Al 33 jaar gaan die met in de Vastelovense op te gaan Heerlen. En die zijn ontstangen. Allemaal als studenten van Bernardines College. Hebben die samen de optocht gelopen. Ze boeven wagens, een grote groep. En dat is nu zo'n typische groep wat richting Heerlen Vastelovend nog is. Een groep die allemaal individuele zaken bij zich hebben. Ze hebben de landingsbaan uitgespreid om in Heerlen te landen met hun vliegtuig. Na 33 jaar zit de Schelmen nog immer in de optocht. En ook dat is weer een variant op het thema spas aan boord. Je kunt natuurlijk lol en plezier hebben aan boord van een boot. Maar je kunt natuurlijk ook aan boord hebben van een vliegmachine. Rob Dijks, Rob. Ja, ik stond bij Ernst Dame, de grote man van de Schelmen. Zag Ernst, dat jubileum, wie hadden dat toen gevierd dit jaar? Ach, op zoveel manieren. We zijn begonnen in september. We hebben al een paar feesten gehad, we hebben een quizavond gehad. We gaan op vakantie met z'n allen. We hebben in maart nog een feestavond. Er werd een film van ons gemaakt.
Hey, op vakantie met z'n allen? Op vakantie, ja. Echt waar? Jeker jubileum gaan we op vakantie met z'n allen. En waar gaat dat dan in? We gaan nog naar Duitsland, we zijn nog in Venetië geweest en in Zeeland zijn we geweest. Nou, super. Maar met de vastelovend zit er gewoon lekker heen en heen, op, niet dan? We zijn winkelen, hè? Ja, dat dacht ik. Hey, veel plezier. En richting, dankjewel. Hoi. Ik wil eens even kijken of die landingsbaan ook wel goed gelakt. Ja, ik kan nog niet met die landen. Ik ook niet. Volgens mij blijven die in de lucht, volgens mij gaat die allemaal spassen boord. Dus die willen gaan niet landen. We hebben graag een zin in boarding. En terecht, je kunt beter vliegen toch? Het is ook echt een grote groep, hè. Dit is echt weer een grote groep. Dus even kijken, die zit met 50 man. Met de King of the Bee. Elk jaar verzinnen ze ook wel gat om met ze in de optocht mee te lopen. Om ze richtig volume kunnen maken in de optocht. Zeg, denk ze dat we dat kunnen horen met de prins om 5:30? Want ik zie de optochtcommissaris, die is al heel hard aan het douwen. Ja, ze zijn er een beetje door gaan douwen, dat er een beetje vaartgemak werd. Dat is toch eerder de spanning, hè? Gaat de prins het op tijd rollen? Ja, vooral dit jaar ook al, omdat het zo vroeg is dit jaar, overal wordt al gegrapt. Want we moeten wel een paar bouwlampen hebben, want het prins kan in het duister binnen. Maar dat zou best wel eens kunnen straks, maar dat zou vast ook een fantastisch effect geven. Want de hele lantaarnpalen zijn uiteraard in rood, geel, groen verseerd. Dus hij zal een fantastische sfeer zien op het Gratiesplein. Ja. Ja, voordat hij op de bongert is hierachter, is het duister weer. Ja, nee, van hier is het Pagratiesplein is Osplein, de bongert. Ja, dat is de merd. Weer ja, maar, op de Pagratiesplein. Ja, zeker, maar bij ons kan het nog leeg zien, maar dadelijk op de bongert is het duister. He? Ja, nee. ik denk het wel, maar dat is niet erg. Onze prins zal strolen. Wat zijn dit voor op de wagen? Voor akelige mensen. Paul en Leo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Vaste lovensbloed. Ja, het liep er wel een beetje op. Het ziet er een beetje eng uit. Ik zeg Paul en Leo. Nou, ik weet zeker dat Leo ergens in de optocht midloopt. Want dat deed hij altijd met Chef Reinders. En Paul is volgens mij niet echt zo'n optochtloper. Dat is meer de muzikant. Ja. Ik denk, heb ik eigenlijk nog nooit in de optocht gezien, Paul. Dus dat zal ook dit jaar niet lukken. Oh, hij is ze. Is Serious Carnaval in plaats van Serious Request. En hij viert dus heel serieus de vastelovend. Ja. Leuk bedacht door deze eindzanger. Maar dat is natuurlijk de manier waarop dat een fantastisch deed. Is natuurlijk bekende van gans Limburg. Lid van de gemeenteraad in hele en gedeputeerde staten in Limburg. En kijk eens maar van, we hebben bezoek. Tom. Ja, we moeten eerst beeld hebben. Eerst die mensen stonden te kijken. Oh, daar zien we, ja, daar zien we live. Ja, we hebben het over de Deken gehad. Meneer de Deken, welkom. Ja, fijn dat je mij het woord wil geven. Ik ben een beetje heerzig. Ik heb de lui moeten toespreken, allerlei. Of ze of nog wel netjes gegeten, de handjes mooi in de log. Niet van dit,
niet van dit. En wat vind je ervan? Is het netjes gegaan? Ja, geweldig. Geweldig is het gegaan. Mooi. Mooie meisjes. Af en toe beslond met de glazen van de bril. Maar echt mooie meisjes. Mooie mannen ook. En wat is dit? Nou, ik hou een enquête onder de mensen. Voor dan je deken van de Heerlen. Ja, want dan kunnen we de nieuwe deken. Ja, dan kunnen we de nieuwe deken. Dan moeten we de hanger hebben. En dan heb ik een stuk of gaat genomineerd. Ja, laat zien. Rij even naar de camera. Probleem. Ja, de camera wil die zien. Dat is de eerste genomineerde. Nou, je burgemeester. Ja. Daar Piet je nog op het gebeurtenis. Want dan loopt de carnavals op toch al met. Ja. Nog meer gegadigden. Oh ja, dat is het. Wat op zee. De verdient zoveel geld in Brussel. Je kunt voor niks naar de prachtige kerk hier naar Heerlen toe. Ja, ik kan me voorstellen dat de nieuwe deken door Heijs van Iswisten. Ja, Onno Hoes. Perfecte deken in Tietzap. Is zielig en zwakeloos. Uitkeringtje. Wat, ja, hè? Is ook zielig voor de man, hè? Vrijgezel. Dankjewel. Heel veel lief tegen hem aardig. Je mag komen in Heerlen. Dankjewel, deken. Veel succes met de opdracht, want dit trekt veel. Hoor. Ja. Dankjewel. Jojo. Adieu. Adieu, dankjewel. Een kerkhoosje deken. Ja, die hebben allemaal wel een dekmantel nodig, hè, natuurlijk. Ja, zeker. Om deken te kunnen werden. We kunnen misschien wat boeten langs de truck. De grote wagen. Dit is van de particulieren. En de particulieren zit natuurlijk in een groep van drie hei en omstreken. Die bouwen een wagen de loods op de Voskullenweg. We hebben een eigen dishockey aan boord. De normale hei bij de shooters een hele achter de knoppen steed. Maar vandaag gaat het met in de opdracht van Heerlen. Is dat een variant op particulieren? Particulieren. Het zal wel, hè. Jos geeft de lamp aan, is het motto van de Spaskiebelen, zeg ik het goed, Hans, denk het goed. De Spaskiebelen, ja, zeker. En die maken een gezellige hoeskamer en die branden de lampen. Dat is heel toepasselijk voor onze hoeklustigheid natuurlijk. Want onze hoeklustigheid werkt sinds kort bij de grote lampenfabriek in Eindhoven. Ja, zeker. En daar hebben we in Eindhoven de slager van zijn leven gevangen, een leentje door Schemerlamp. En dat hebben ze dus ook gedraaid. Echt zo'n Brabants leentje. Verschrikkelijke opname. Echt niet om aan te huren. Dus overal voor veel binnenkomen. Witte, du bist mijn Schemerlamp, mijn Schemerlamp van 60 watt. Wat? Dat is een Elslo. Hoe katsel is dat nog? Ja, van Guus en Anja. Dat is geen Brabants nummer. Dat hebben we zelf in Limburg gemaakt. Hoe katsel. Echt waar? Guus en Anja Smits. Die kunnen weer zoek uit maken in Limburg. Ja, die is van het alternatief LVK. Ja, dat alternatief LVK. De zoektocht naar het allerslechtste was zo. Allerslechtste. Nou, dat kunt dat zeker weer een aanmerking, kan ik zeggen. Maar deze groep ziet er fantastisch uit. En ik ken nog een hele snum of niet. Hey brandt de lamp, hey is schatloos. Hoe is dat met steeds nog? Sorry. Nee, dat had ze dat liedje van Kerkrooy. Hey brandt de lamp. Oh ja, heb ze dat? Dat is van Kerkrooy, ja. Oké, okay. Maar dat moet je niet zingen. Dat is dit jaar trouwens het motto van de Kerkrooyse Vasteloos-verein. Ja? Dat is helemaal gebaseerd op het liedje van Hey brandt de lamp. Nou, dan komen we hopelijk als de wind met veld morgen live van Kieke hier wel heen. Door Jeroen het Zog. Wat is zo'n burgemeester eigenlijk? Ja, volgens mij zit hij ergens tussen de lui en te kieken. Want hij wil natuurlijk volop metgenieten van de optocht in Heerlen. Zodat hij kan zien wie er richting op de hoed zit. Niks ervan, we zetten hem gewoon aan het werk. Dat er maar commentaar geeft bij de optocht. Het ziet er wel trouwens prachtig uit, hè, die lampenkappen. Hoe dat voor zorg is. Ja, prachtig.
Nou, iedereen live op televisie, zwaaien. Pancratiusplein in Heerlen. Nou, hier brandt de lamp. Kriewinkel. Ja, hij is hier los. Geweldige optocht. Echt super. Ja, ik wil even gaan plassen. Dan kunt ze even het commentaar overnemen. Is dat niet een idee? Ik wil even plassen. Kunt ze het commentaar overnemen? Ik ga mijn best doen. Ja, dat kan. We gaan je zien wie Peppy het deed. Dus ik ga je leren. Dus dat kunt je ook. Nou ja, dan pak de microfoon. Ja, dankjewel. Nou, die staat. Oké, adieu wel. Ben ik nog maar aan voor? We zijn even kijken. Ja, dat kunt nog geen aan. Maar we moeten vooral op het scherm kijken. En ik denk dat daar de voetbalgrun komen, ook de hele hei. Die hebben een grote wagen en een grote groep erbij. En we gaan eens kijken wat daar aan kunt. Met een ezel natuurlijk. En een ezel natuurlijk. Burgemeester Goud gisteren de sleuteloverdracht. Natuurlijk een fantastisch optreden. Voor zichzelf begon ze een beetje natuurlijk te stekelen over Kerkraad. Maar dat huurt er natuurlijk een beetje bij. Maar ik merkte toch wel een beetje dat na het einde van de sleuteloverdracht helemaal bekeerd wordt. Nou ja, ik ga me in ieder geval losse duiven bij de blauwe schut. Ik ga in ieder geval huurhoesje vragen, Heerlen en Kerkraad samen. En uiteraard, ik ga eerst ook Demisekje vragen om nog een paar nummers te spelen. Want dat vind ik ook wel bij Heerlen passen. En nog een beetje bij de muziek die ik leuk vind. Dus ja, ik hoop dat Tom met het ijs nog echt gebroken is. Ja, en natuurlijk, gisteren onze hoeklussigheid hebben we toch wel een beetje ver goed de pan gegeven. Dat er niet op de prinsen receptie van onze hoeklussigheid wordt. Maar wat is nu veel nummer voor komend jaar? Ja, ik zal er volgend jaar zeker zien. Alleen dit jaar gooit er zwarte kater en Kerkraad. Ik vraag hem ook met Stoots met. Wie is daar? De mensen van twee werelden probeer ik te verenigen. En wens hem zelf Chris. Ja, dat kent ze natuurlijk niet zeggen. Ik kom niet. Dus de wethouder had me vervangen, maar niks op ben ik gewoon erbij. Heel chic dat we op wie zitten. We kijken even weer naar de optocht. Hij in ons liefstad delen. Samen met onze nieuwe burgemeester Ralf Kreewinkel. Dat het richtig kunt genieten van de heerlijke vaste lovers optocht. En natuurlijk zitten we nog niet op nummer 199, want dan kunt de prins er pas aan. Ja. Maar Hingeros kunt wel in de groep A. We gaan eens kijken wat die van nummer 137. Oh, dan moeten we gaan terugblaaieren. De Breuzeleerkes moeten dat zien. Die hij met een wagen aankomen. En het zijn een aantal charmante dames die hij weer opkomen. Fantastisch. Die hand pas op ons ruimteschip. Zon van de rol. Ja, dat zullen ze nog niet. Ah. Ik moet zeggen, ik ga de opdracht daar verloven. Maar wat een fantastische mensen waren. Weer is gelukkig goed. Nog alle voorspellingen. En ik moet zeggen, de sfeer onderling gewoon fantastisch. Dus ik denk dat die nu nog blijven dat ze nog niet zullen. We gaan even naar het andere dat zit op straat. Hé, hey, Breuveleerkes. Met wie veel zit je vandaag? 10 denk ik. 10? Ja, zoiets. Dat is maar een rond getal, hè? Ja, het is best een rond getal. Maar het is best straks gedaan. Maar geen gekke getal, hè? Nee, dat doen we niet aan. Nee. Wat gaan jullie hierna doen, naar de optocht? Drinken. Drinken? Ja. In de tent? Ja, zeker. Nou, dat tot straks. Hallo. Hallo. En Hans, wie heeft het gedaan? Ja, ik moet zeggen, Tom,
Ik vond het niet verkeerd. Ja, maar de kind ze natuurlijk wel groot zien op het zien. Ja. Dit is geweldig, want precies wat hij langs de weg steekt. De manier waarop de lui dit beleven. Het is fantastisch. Ja, en de weer is gelukkig goed, dat maakt natuurlijk ook wel. Nog morgen nog, hè? Ja, ik hoop het wel. De weersverwachting is niet goed. Maar ja, goed, laten we maar kijken voor je terug. Maar ben het even door kan joh, dan hoop ik dat het meteen door kan joh. Zo zonde zie je. Ongeveer stond gemeentes in contact met vasteloodverenigingen en weermannen als dit gebeurt. Dat is sowieso overleg in de provincie. Dan komen ze met de regionale beelden met elkaar. Toen ik kind van dat bericht van, in ieder geval had ik die afspraak gemaakt. En hun in dit geval met hun sprook, CCH kijken. Wat is nu zinvol om te doen? En ja, als een echt onverantwoord is, dan is het jammer maar helaas. Maar ik wil geen enkel risico op veiligheid lopen. Maar we het even kennen, dan doorgaan. Denk je misschien aan een optocht bijvoorbeeld in gebroken door te moeten gewoon, maar dan zonder wagens? Want ja, zo'n prins wil toch een soort intocht hebben. Ja, dat is ook een variant, maar dat vind ik vooral dat de verenigingen hier het van moeten vegen. Het belangrijkste vind ik dat we morgen precies weten wat is er aan de hand, wat is de verwachting. Het is natuurlijk allemaal een verwachting, dus achteraf weet ze of het jod is, maar vooraf wil ik geen enkel risico lopen. We gaan hier met de windmullen besparen voor u. Nou, gelukkig stralen weer. Ja, het zou mooie zorg, zo kennen ze geopend. Ja, dat zien we wel. Wie laat denk je dat de optochten misschien waarschijnlijk afgelast werden? Wie laat werd het besluit genomen? Geen idee, ik denk dat dat per gemeente verschillend is, omdat ze niet allemaal op hetzelfde tijdstip vertrekken. Ik hoop in ieder geval morgen vroeg meer duidelijkheid aan en dan ben ik in contact met Hoensbroek. En nu even kijken, maar nogmaals, aflast is het allerlaatste. Maar ik wens geen enkel risico te lopen. Wanneer het zo is, ja, dan moeten we dat helaas maar doen, maar veiligheid voor alles. Heel helder, dankjewel. Dring ook nog einde. En dankjewel voor het werk dat je van mij hebt overgenomen. Ja, je door. Hier wel de rekening kiezen door. Ja, dat is goed, stuur maar op naar Leo Helbe, dat kan het wel hebben. Ja, daar zien we morgen dus een paar hele grote optochten. Dus Hoensbroek heeft optocht, Kerkrooi heeft grote optocht, Venlo heeft grote optocht, Remunt, Panningen, Venrooi. We zien een hele hoop plaatsen, Roggel, ik noem ook wat kleinere plaatsen, maar die hebben best wel grotere optochten. De Van Pij moesten natuurlijk niet onderschatten. We zien allemaal optochten waar morgen vroeg, de huur zijn al die burgemeesters veel bij elkaar zullen komen, want als er echt windkracht 5 op Hans, windkracht 5. Windkracht 6 gaat weer en de grond dus wagens omkiepen. En ja, dat is natuurlijk veiligheidsrisico's, dat moesten ze niet hebben. Nee, ik denk dat zo weer onze burgemeester het aangegeven had. Veiligheid geldt voor alles. Ik denk dat we dat allemaal niet moeten willen. Het is natuurlijk zung, maar ik weet zeker dat de verenigingen er een passende oplossing voor hebben. Om of te verschuiven of op een andere manier te kunnen doen. Vastgelopen, het zal morgen zeker gevierd worden. Misschien gaat minder met optochten dan. Maar dat zal maar zo zien. Voor wat er geen risico's nemen. Veiligheid steeds voor alles. Wat gebeurt hier op straat? Ja, ik heb geen idee wat hier gebeurt, maar je bent in een... Girl power. Ja, het is in ieder geval een jeugdclub weer. Jeugddeelnemers, dat moet ik goed doen. Ah ja, dat zijn de Sherpas van Scouting Don Bosco. May the force be with you. En die hebben natuurlijk het Star Wars thema aangegrepen om hier in de opdracht te komen. Ja, inspullend op de nieuwe Star Wars film die overal in de bioscopen te zien is. In Rusland worden ze als geen jengel zat. En nu spelen vier gans hele plat. Dat is de volgende groep. Die noemen zich de Gebroeders Wilders. Dat is ook goed gevonden. Ja, dat is een heel aparte naam. Dat geeft hem twee broers, hè? Bram en Geert Wilders. Ja, de hits gewoon de achternaam Wilders. Denk ik. Ze komen uit Bekkenveld aan de hele baan. Daar zien ze. Ja. Op de balalaika en ondersteuning van de buurt. Dus in Rusland waren we dit gejengel nu op zat. En daarom spelen ze heel erg plat. Dan komen de elfkes. De elfkes. Met er 8 dames met hun kinger, die hij de vastelovers cupido, die ze met scheten, zijn hartenjagers. En ze raken als in het hart, en als vastelovers hart. En wat geeft het natuurlijk wel bloeden. Ja, Christen, dat vastelovers bloot misschien. Ja. Dat is lelijk, dat vastelovers bloot. Zullen Paul en Leo leuk vinden. Hou op de kist en we hebben vastelovers bloot. Nummer 144, de elfkes. Goed gedost als Cupido's in de heerlijke Vastelovendoptok. En dat onder een strak blauwe log
Hey, in de Akerstraat schijnt misschien op het Pancratiusplein schijnt de zon niet echt, omdat er wat gebouwen voor stonden. Maar de kerk steekt schoon in de zon. Ja, en het Glaspaleis ook achter ons. Prachtig om te zien. En zij ook de stapgasten voorbij komen. De stapgasten opgericht nu de Nugetig. En daar zit natuurlijk onze dekhand van dit jaar, het Gilde van Oud-Prinsen is daar lid van. Maar zie, maak eens pas aan boord dit jaar. Als je het over de duvel had, dan had ze er allerlei keulards. Dit is haar chef. En daarnaast staat er allerlei vier fietsen voor een goed doel. Daar is ze, ja. Daar is de allerlei. Nou, daar gaan we vast en zeker even naartoe met Anne of met Rob. Want ik wil wel weten wat voor goed doel dat is. Hè. En de muziek kunt... Van de Blauwe van Heerle. Dan gaan we wel even naar Lusten. Ja, ze vragen zich af wat voor groot doel dat we hadden. Nou, 30 keer de oliemolen op en af. En dat is voor een groot doel wat we de windmolen. Dus. En dan weer. Oké, en dat had wel geholpen volgens mij. Ik denk het wel, kijk maar eens aan de rug, peper in de foto. Ja. Ik zie hem echt zitten, drie nog even onder de camera. Drie nog even om, dat is echt peper in de foto. Oké. Oh ja. Je werd gekust. Goed zo, Rob. En we luisteren naar de Blauwe van Heerle. De kuilse hit van de Rooibach. Wenne Trummeltje heet. Van de Blauwe het Heerle. Dat is natuurlijk de koninklijke, samen met de TOG Weld, volgens mij. Ja, dat zijn twee harmonieën die ze hebben samengepakt om de Vastelovend een hele get kleur te geven. Get blauws. Dit is geen fusie muziek. Nee, je begint net over de fusie van die twee. Dat zit toch wel een aantal tienen de Oosterdam op traps. Nee, die blijven lekker apart. De vier voor de Koninklijke Harmonie en de TOG Welten. Even nog Rob Dijks weer op straat. Ja, ik stoorde hem met Jacqueline en Kirsten zag ziemlich zerbrechlich hitter. Ja. Waarom is dat? Geen idee. Dat is een goede verklaring. En wat beelden goed? Vier beelden een paar apart uit. En dat is een beetje moeilijk voor de lucht te zien, maar het is boven op de hot. Zeker prachtige klei, hadden dat gans zelf gemaakt? Nee, dan hebben we een hele schoenlidische vuur. Anneke, dat mag dat allemaal vuren, en dit is geweldig. Ja, dat dacht ik. Rien, ook eens even om kijken wie dat gans goed ziet zo. Is zo wat chic, of niet? Had ik mooi een gans Limburg kunnen laten zien. Amuseer ik me. Ik zeg, had ik mooi een gans Limburg kunnen laten zien. Amuseer ik me. Dankjewel, hetzelfde. Ja, en voorhanden bovenop de hot, Jootjes in. Dat is een paar apart, een schoon paar apart. Ik zag net Anne tuiken springen. Is Anne nog al springend op het Pancratiusplein? Ik heb gehoord, grubbe jubileum! Jubileum, ja, de 11e jaar hier in Heerle. Met onze wagen. Dus voorzichtig gebroken. We lopen nu 14 jaar. En dezelfde keer in Heerle en dat is geweldig. En wat is het motto dit jaar? We hebben het circus gemaakt. We hebben het circus hopduvelkens. Onze groep, we zijn de hopduvelkens wagenbouwersgroep. En dit jaar hebben we een groot circus gemaakt met alle artiesten wat ze bij kids voorstellen. Met een vrouw in een kanon en met een grote clown.
En ja, we hebben gewoon plezier en het is fantastisch. En wat zou ik nu moeten doen om Spas te blijven? Volgens u? Ja, ik heb je zo gesprinkhoud, maar... Het is altijd goed. Is het zo? Ik kan ze vertellen. Ik kan ze proberen. Mogen eens proberen? Ja, dat kan ze zeker. Nou, zien we niet. Die goed, Anne van Dienerak. Ja. Oh, netjes. Netjes. Hey, bedankt. Alle fijne avond ook. Ja, ik doe ook, hè. Is een, het Anne is een potige dame. De gewichten waren getild, Kniet. Wie de Hofduvekus. En de Hofduvekus is een groep die bouwt in de optochthal in Hoensbroek. En dat is wel uniek, want die optochthals hebben over het 11e jaar. Ze hebben al 11 jaar wagens gebouwd. Fantastisch dat we dat voor elkaar kriegen in ons leven. Hele. Samen met CCH van Gebroek en de Bob Ries, met Goed Genij en de Winkelen. Samen hebben we één loods met de gemeente geregeld hoe de wagens gebouwd kunnen worden. Ja, maar en dan heb zo'n groep toch maar fijn erbij, hè, die Hofduvekus. Dus ik denk dat het fijn is dat ze zo'n club erin opzetten. Er gebeurt tenminste wat. Die doen touwtjes springen met het publiek. En, ja, juist. Die zijn met het publiek bezig. Wat een fantastische meneer. En hier heb ook nog muziek aan. Ja, we gaan gewoon kijken en luisteren. Geen idee wie of wat het is, maar dat mag het niet doen. Je vindt zelf dat het zulke weer dat zijn of dat het vlotters zijn. Dat zijn de vlotters. Ja, die, komen ook ze, die komen ook uit de Vlotstraat. En die hebben een eigen harmonie opgericht. En als je nu pas inschakelt de Vlotstraat, dat is voor de optocht van Heerlen vanaf vertrek. We zien nog tot ja, tegen een uur of half zes live. Hey. Vanuit Heerlen, de allergrootste vasteloze optocht van Nederland. Live hier op L1 met mijn collega Hans van der Locht. En ik ga alles beproberen voor de actualiteit van Heerlen. En de exacte namen van de prins en prinsessen, voorzitters. Deze dames hebben er echt zin in. CV Viva Lolita. Voor alles pas en plezier, CV Lolita hier. Het is het aantal Oosterse prinsessen die er nu langs de kant voor maken. Ik doe mijn best, maar. Nou, kijk maar eens. Alsof de jeugd niet meer uit. Lekkere oerwermers op. En hier zitten de mannen van Leeflu, Vastelovensvereniging, opgericht in 2002. We gaan dames en heren verzamelen hier zo. Als er veel mogelijk dames en slechts vijf hier. Wel paparazzi is hier voor de foto. CV Zussen nu al. Het zijn een aantal dames met de kinger die hij in de opdracht met lopen. En die zijn met 11 man. Hij groeit op onze eigen echte prins, Broken 4, met ons kluren. Want dat is, zo zit de partner van de prins van de Vlaamritters, van Martijn de Ischte. En zijn chatelief gaat met Susse Noaal. En die dames hebben op maandagavond, hebben die hij in Café Brakke, hun eigen avond, een eigen bal, hoe ze Lu uitnodigen om te komen zingen. En ik ben een van de gelukkigen die ook ja? mag komen zingen. Oh. Ik heb nog geen idee wat ik kon zingen, maar dat zit voor maandagavond wel. Je wilt dat nog niet missen, hè? Ja, nooit Shuntje Kniepa. Is het altijd gezellig toch, de dames. Hey Hans, een witte man dat. Ja, ik kan niet. Dat zeg ja, jij zingen. Huh? Ik weet niet of ze dat wel willen, dat ze, of ze de Lu uitenzaak willen hebben, maar... Maar ik moet zeggen, ik heb dit jaar al ontzettend veel gezongen, want Virus Wingbullen presenteren ze altijd met de Schoenkelwals. En de sfeer de Prinsenkapel die ze hebben, spelen die dan. Ja, dan had ik meestal de microfoon in de hand, dus ja, dan zingt ze maar. En dat vult best met gelukkig. Oh, gelukkig. CV Minleef uit het Aarveld. Dit jaar nog maar met z'n tweeën. Vroeger waren ze met veel meer, met 14 personen.
Het hier spetteren rustig verder. Als heerlijke Zeemeerminnen. Dat wordt ook wel leuk afgelopen maandag over het vertrek van de shoot. En houden de scholieren van de basisscholen horen hey, om afscheid te nemen van de shoot. En dan houden ze een leuk liedje gezongen voor de shoot. Wordt opgenomen en geschreven door Paul Munsterman speciaal voor het vertrek van de shoot. En de slotzin, zo'n echte afsluiter. En dan zag je over wat ik later weer wil. Een shooterman. De jongens willen shooterman. En de meisjes, Zeemeerminnen. Dat is een fantastische tekst door Paul gemaakt. En we hebben ook met Paul afgesproken dat we dat liedje nog een keer opnieuw gaan opnemen. En dat we het gaan insturen naar de kindervastelovensliedjesconcours. Dat de kinderen het gaan insturen. Kinderen het gaan opnemen en gaan insturen. Ik heb weer een enorme tractor van Gratiusplein op hier. Normaal zo zeg ik tractors. Maar we noemen het een vastelovend natuurlijk wel. Nummer 156, hè? De grote wagen van CV 2 Vingerenschoen. En zie hebben dit jaar het gilde van de Schoemschuwer. En een Schoemschuwer. Ja, wat zouden we nog dat nog zien? We gaan eens even kijken. Maar ze liek ook wel op het gilde blauw shoot hoor. Die pas naar die hutjes. Ja, het zit dezelfde hoeden ja. Als de blauw shooterman op hebben. Allemaal met een blauwe veer. En op de shoot had natuurlijk alleen de kapitein de blauwe veer op. Maar wie de twee vingers shoot, had ze allemaal blauwe veren. Ik zeg dat Euro Schoemschuwer altijd plezier heeft, altijd spas heeft. Twee vingeren schoem, de club. Dat versteden er een twee vingers schoemschuwer, dat glas beelden moeten zien. Ik vind einde vingers schoem ook goed. Zeg maar, staat er geen spas en plezier in de binnenstad. Het knalt de hoed vandaag. Ik vind het echt heel uitbundig. Ik weet niet of dat aan het weer alleen maar. Of omdat het zo vroeg vastelovend is. Dat kan natuurlijk. We hunkeren nooit voor, Johans. Ja, of de Luz zit nog een beetje in de stemming van Series Request. Want toen had het hij ook gesprongen natuurlijk. Ja, ja. Jans Jek. Ik moet ook zeggen, het was fantastisch afgelopen week. We waren natuurlijk op het gouvernement, voor het knoevelement. Mm-hmm. En daar kreeg heel een groot compliment van de gouverneur. En ik moet zeggen, één uitspraak heeft me wel gefascineerd. De gouverneur zag, in Maastricht had het, maar in hele gebuurde. En ik denk dat de spijker zeker op de kop geslagen heeft. Maastricht had het altijd. Maar hier gebeurde in Heerlen. Dat ziet er allemaal hier in de optocht, wat er allemaal gebeurde in Heerlen. Fantastisch. Dat is nog het piratenschip wat hier aankomt. Ja, en ik merk ook de laatste jaren, Doug Hans, dat de snor, om het zo maar even te nemen, hè, onze gouverneur, heeft Doug betere buuts als de gemiddelde buuttrainer in Limburg. Ja, dat is Van Dijk en Van Miek, of de Miek Van Dijk. Ik moet zeggen, is wel... wel erg makkelijk om elk jaar de helft van vorig jaar te gebruiken, dan moesten ze nog maar de helft te schrijven. Ja, maar goed, niet iedereen huurt het altijd, dus soms moesten ze dingen herhalen. Maar hij is natuurlijk zeer ad rem. Hij speelt zelf bij een zaten helemaal niet in de streek. Het is een echte vastelovensvierder. Zeker, bij Ted de Voel. Dat straalt ook goed. Ja. En kijk eens wat een prachtig schoenen wagen hij voorbij komt. Ja, je kunt gewoon een boert voorbij, waar zelfs de blauwe shoot nog jaloers op zou kunnen zien. Je kunt zich straks een expositie maken van scheepvaartmuseum ofzo. Weet? Ja, misschien nog wel een leuk zo'n scheepvaartmuseum in Heerlen te gaan boeren. Heerlen opent in juni een scheepvaartmuseum. Huh? De afgelopen week waren we een Voerendaal om even te gaan kijken naar de inlet van de blauwe shoot. En dan wordt de shoot ook vastgezet door de oude blauwe shoot.
Want hij is ooit een keer verkocht aan de molmuus van Klummen. Ja. En die varen nog altijd met de molmuusvader, zoals ze hem nu noemen. Maar dat is natuurlijk de oude blauwe shoot. Dus de vier toch altijd nog. Ja, maar moesten dit eens zien. Dit is een fantastische vlees. Wat een prachtige wagen is hier gebouwd. Ja, het ziet er echt schitterend uit. Weet zich ook welke club het is? Hadden we ze al genoemd of niet? Is het de Scherpe Schiepers? Steve, wat gek geworden. Die bouwen ook de wagen in de lood, op Mühleberg. Een prachtig mooi schip gebouwd. Veervaren gekleurd door de vastloven. En ook ze hebben jubileum, stond 11 jaar. En dat is het zeker de moeite weer als ze een jaar jubileum is als de blauwe shoot ook jubileum had om zo'n prachtige boot te bouwen. Ja, dan maakt ze het met die kostuums en die prachtige mutsen, maakt ze het compleet af. Ik denk dat de jury het lastig gaat krijgen vandaag, nee? Ja, ik weet dat van al die jaren. Dat ziet ontzettend moeilijk krijgen, maar dit jaar zitten er wel weer een aantal prachtige wagens bij. Nummer 158, Sivi Oeterkelder. Carnavalsvereniging die opgericht is in een feestkelder. Allemaal studenten die van origine uit de leeftijd heerlijk komen. Vier kapen erop toch. Veel piraten dit jaar in de optocht van Heerle. Maar gelukkig zijn ze vastelopers gezien. Met hoeveel piraten zijn jullie vandaag? Oh, te veel. Te veel? Te veel, ja. Ja, maar je kan toch nooit te veel piraten hebben? Vandaag wel. Vandaag wel? Ja. Gaan we ons vanavond nog eentje drinken in de tent? Als je me uitnodigt wel. Nou, bij deze. Tot brokjes. Oké, dan komen we allemaal langs. Allemaal! Yay! Nou, Anne heeft al tuiken gesprongen, heeft al een moerenshow gelopen. We hebben de trak gehad in de optocht. We zien nog lang niet geloven, we zitten pas bij 159. Ja, maar dan wordt hel gewerkt weer, hè? Ja. Om alles goed in beeld te krijgen. En kijk eens wat een fantastische serenade hij gebracht werd. Met al die hartjes die hij de lucht in geschoten werden. En dat is CVGID. Vier komen die hart veroveren. Met al die hartjes hij in de lucht. En kijk eens daar naar de hemel. In het zonke kunt daar die fantastische hartjes. Dit zijn de druifjes. Ja, die waren net heel even in beeld. Dat waren de druifjes het noemen. Dit is nog de wagen van GID en dan gaan we naar de druifjes. From Russia with love. En ik moet zeggen, ik heb al een aantal groepen gezien. Ik heb met Rusland gedaan. Dat, ja. Volgens mij maakt dat indruk. Als je maar lomp genoeg bent, is aandacht, hè. Rob Dijks. Ja. Op straat. Ja, de druifjes stond hij bij me. Ah. En zag eens, wat had hij voor thema? From Russia with love. Ja, een beetje in het Engels dit hier. En waarom dat? Ja, dat huurt er die hier. Oh, oké, okay. Hey, en die pakjes, die waren laat verder, gaan ik goed. Hier gisteren. Oh, wie kent dat dan? En vanochtend nog wat genaaid hier in maar gelukt. Oh, dus vanochtend nog eraan gewerkt? Een beetje. Nou, het ziet er wel chique goed. Het ziet er chique goed, dames. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank je. Hoi, hoi. Ja, de Rob Dijks natuurlijk met zijn schoendokter. Want het
Maxime huurt natuurlijk Pieter Jasper. Was dat iets goed, Jasper Dijks. Die met de jong blutje midden is, maar hij wordt het Ruufkes in de heerlijke Vasteloos-optocht. Met nummer 162. Met een thema Russia will love. Zeg nog eens. Zeg nog eens. Russia will love. With love, ja. En dan eens kijken wat er aan kunt. Weer een wagen met nummer 160. Ja, Nappie, ram door G. CV de Scherpe Schiepers. Die hebben een Mexicaans schip. Ik zeg dat ik scheepvaartmuseum moest oprichten, echt hoor. Dus zo ziet ze maar weer het motto van de Wingbule heet dit jaar. Ziekers in Weerga in de auto gekregen. Veel groepen die het aangegrepen hebben om het leukste van te maken. En bovenop de wagen staat de vuurzitter van de optocommissie aan het roer. En waarom staat hij door? Ja, ik denk dat hij even is aan het geneten. Maar het is natuurlijk een zwaar taak om de optocht een goede banen te leiden. Vanmorgen om half acht stond al hij. Niet Bolle stond hij vanmorgen om half acht. Wie ze de container komen brengen. En toen regende het werkelijk wie zo. Ze worden al zeker naad wie ga je om 10 uur aan. En hoe zit het door te genieten? Hij staat zelfs aan het roer, kijk. Ja, ja. Kapitein, hè? Ja, ja. Kijk. Ja, nu snap ik waarom hij op de wagen is. Kijk daar. Oh, dat geet, hè. Nee, dat is geen pils. Dat is iets anders, hè, wat hij heeft gepakt. Maar kijk eens zien wat de organisatie van de opdracht allemaal uitvoert onder de opdracht. En terecht. Je hebt er ook hard voor gewerkt, hoor. Kijk, ze zijn natuurlijk ook al een gansje bezig met het organiseren van de optocht. En ik kan zich voorstellen dat zo'n moment even hij op de wagen een stuk schone lading is. Voor al het werk wat ze verzat hebben met de afgelopen jaar met de optochtcommissie. Hoe er niet vuurzitter van is. Ik kreeg gewoon nog een glas bier. En gewoon live op televisie. Ik dacht dat die organisatie altijd nuchter moest blijven tot het net. Maar nu weten we het. Ja, af en toe is het een drupje. Dat moet kennen. Je hebt niet in de gaten dat vol op hun beeld is natuurlijk. Dat is nee, echt niet. Dat is de allerleukste ervan. Op straat, Anne. Anne met de feiten. Hoi Milou, vertel eens. Je zit in een groep of nee? Ja, we lopen de eerste keer mee dit jaar. En wie heb je? De CV de Mischmusch. En heb je zelf een factjes gemaakt? Helemaal alleen. En wie lang duurt dat dan? Ja, best lang, maar het resultaat is en het is wel mogelijk ook gelukt, moet ik zeggen. Gaan jullie zeker een prijs winnen dit jaar, of niet? Wat zeg je? Gaan jullie zeker een prijs winnen dit jaar, of niet? Dat mag ik toch ook, of niet? Ja, ik ook. Ik hoop voor jullie mee. Fijne dag nog. Dankjewel, salut. De Mischmuschers. Wie verzint ze toch allemaal die namen, hè? Gans ja, gemist. Die namen komen, dat is meestal echt op een... Om een oom het zo lekker toest en dat je flauwe kullen gaat horen en dan kunt dat zo gaan doen. Je kunt ze ook aan de vod horen. Hè? Ja, aan de vod horen. En zo is het toch ooit gebeurd met het visbouwdoen in Helle. Want dat werd georganiseerd door de stichting Pief Paaf Helle. Nou, wie komt zo te naam? Maar dat wordt ook zo gehad in de vergadering, daar zorg ik dat iets ook wie. En dan zag je in van ja Pief Paaf en in de andere zo'n Helle Alaaf. Ja, zo is de naam geboren. En zo is het nog altijd. Kijk eens daar. Dat is onze jongkindsprins samen met de burgemeester. En die hebben een gast die daar in de optocht meegeven. Fout Creative, de IJsselganger uit Meezenbroek. Dat is een speciale omgebouwde fiets. Had er 10 maanden aan gewerkt. En dan in orde te krijgen als rijdende rechter in de optocht van Heerlen. En het is weer blauw, Hans. Het is weer blauw wat de klok slijt. Dat zijn de Bosco-buurtjes. Ja? Want Stange, uit scouting Don Bosco van de hele baan. En volgens mij zijn ze allemaal nog lid van de club. Ik had die al veel eerder met de opdracht gezien. Eens kijken wat die van nummer hebben. Ik kan eens even door de venster kijken. Dat kan ze veel beter zien. Kijk maar eens even hoe het raam. 141 heb ik hier. Maar die hebben misschien wat pech onderweg gehad. Top.
Ja, die zien ook weer van heel naar baan, hè? Ja, van de hele baan. Toen moest de gans blauw maken om aan boord van de chute te geraken. Heel helder. En dit zijn de zeeparels, 164. Dat was Annabee. Ja, ik had gehoord dat er 7 zeeparels zijn, maar... Er zijn er maar 6. Ja, wel voor 7e. Ik ben in Canada. Niet waar. Echt waar. Ja? Zullen we even naar de zwaaien? Ja. Maar ik had ook gehoord dat jullie op zoek zijn naar een prins. Waar moet hij dan aan voldoen? Een zeegod. Oh. En wat moet hij dan aan voldoen? 30 centimeter paling. Oh, nou, en 30 centimeter paling. Nou, dan heel veel plezier vandaag en jullie zien er super lekker uit. Dankjewel Anne. Tot strakjes. Seafood, wilde zeehoed. Maar dit zien weer de boskobultjes. In het blauw. En voor de mensen die net inschakelen, de blauwe shoot staat centraal in de optocht van Heerlen dit jaar. 66 jaar zien ze nu uitgevaren om de vastelovend aan te kondigen in de Euregio. En de boete. Deze weer de rijdende rechter. Deze zijn aandacht kreeg. En Barcelona is toch ook een ijdel feest. Hij brengt niet zijn aandacht. En dan moesten ze inderdaad solliciteren. Hè, om een keer mee te mogen op de Blue Shoot. Ja, de kind brief sturen aan het secretariaat van de Blue Shoot. Secretaris@blueshoot.nl. En de kind ze goed solliciteren. Een brief sturen en zeggen van waarom dat stik vindt. Dat ik een keer net zo met de Blue Shoot. En dan kreeg ze de vriendin van de hemelvaart een bericht of ze door wie is. En als ze niet door wie is, dan kreeg ze geen bericht. En ze moest ook niet corresponderen, hè? Niet bellen. Nee. Maar dat gaat er redelijk officieel toe. Er zitten zelfs een aantal kandidaten die werden uitgenodigd om een keer voor een gesprek om te kijken waar is nu weer. En dat gaat heel serieus. Zo wie de vastelovend allemaal serieus is. Jazeker, het is echt goed. Zo serieus. Vastelovend serieus is dat minder geen ding. Kijk maar eens wie serieus dat boete uitziet. Kijk allemaal zo serieus. Ja, dat zijn ze heerlijk gewend om serieus te kijken. Maar ik moet zeggen, de lui hebben zich ontzettend veel moeite gedaan dit jaar. Weer, om er een fantastische opdracht van te maken. En het is ook om ons heen, hey, komen steeds meer groepen die veerlijk zijn met de opdracht. En zeggen, hey, zich een pilsje komen drinken. En hij even met komt kijken naar de optocht. Kijken wat de anderen gepresteerd hebben. Wat hebben we even van de prins op de wagen? We even spieken wat voor nummer hebben. Nummer 168, Kings and Queens. Ja, dit is alweer 169. Iets met beunhazen. En nou, ja, eindelijk na 8 jaar hebben we onze prins gevonden in Heerlen. Dat is de prins die we hier zien op de wagen. Ja, dat zit op de wagen. En die is mensenhuur erbij. Dat is ook weer een groep. Met jongeren die zich bijeengepakt hebben om wagens te bouwen. Het heeft ook met kikkers te maken, de prinskikker. Ja, als ze dadelijk een kikker tegenkomt met de vastelovers op kussen, dan hebben ze een prins. Nou, de dames zijn allemaal de kikkers en de mannen zijn de prinsen. En die hebben elkaar gevangen in Heerlen. Weer vanaf nu 200 uur in de optocht. Het voelt goed, hè? Een liedje van Venlo even duren. Klinkt goed toch, hè? Die stem, hè? Fantastische zang toch, of niet Tom? Ik heb dat dakker gehuurd, die stem. Maar is het dat zo dat ze dat dan ook onder de douche huurt? Of is ja, dat, ja. Ja, klopt. Ja, Christel staat morgens op en begint te zingen. Fantastisch. Ja, maar dat is wel een compliment voor andere vastelovers die in Limburg dat geen. Je accepteert gewoon leedjes uit de rest van de provincie. Dat is wel een compliment. Ja, een hele wit dat veel afgewisseld.
veel van Limburg, maar zeker ook de leentjes van Heerlen van het Slager Concours werden ook weer van gedraaid. En dat is wat ook hier in het paviljoen gebeurt. We zien dat ze het ene moment hebben ze veel knieper opgestoken en het andere moment in een housebeat. En daarmee hield ze dus de jongeren hier in Heerlen, die blieven vastgelopen vieren. En kregen toch een beetje de Heerlische en de Limburgse leentjes geleerd van de dishockey hier in de tent. Ja, fantastisch. Gisteravond word ik even om 12:30 nog even in de tent. En dan is echt zo'n gans publiek zo op en neer gehouden. De tent helemaal op en neer. Fantastisch wie dat doet ze. Die jongeren hier Barcelona vieren. Ik heb altijd tegen Christel gezegd, als ze straks in het bejaardenhuis zit, dan trekken ze zich er nog goed om vandaag te komen zingen. Dan komt ze niet meer vanavond. Nee, fantastische slager. Hè. En het lied, dat is het liedje ook wat bij ons altijd gespeeld wordt op het moment dat de prins geproclameerd is. Dan komen de confetti's te liggen ja. En dan werd dit liedje gedraaid. Fantastisch. Maar gerade op die aan boord, is het nog net gelukt? Ja, net gelukt. Zo gaat gelukt hoor, gaat het niet. Van uw bed naar Heerlen gegaan om de optocht te lopen. Ja. Komt er vandaan? Van Heksenberg. Oh, dat is niet zo gans wiet. Nee, dat niet, maar we moesten nog lopen, de bus hadden we al gemist. Oh, oké. Okay. Hey. Goed zo, en Boele, wieso? Van Heerlen Hei, eerste jaar op in Heerlen. Oké, okay. Goed zo. Jongens, allemaal zeer genoeg, geniet van de zon in de optocht. Adieu hè. Ja, de klokken die weer net genomen op Boele en Boele hebben te maken ook weer met het motto, maar graag op tijd aan boord. Ze zijn dus net op tijd aan boord in het vliegmachine of op de boot voor de opdracht. En daar zien we het beeld de kneup af, de zevende kneup af. Met het maankanteer, als heeltje concrete jungle, kan er kreemwinkel, waar gaat nu Rangers gebroken. Ja, het maandkwartier dat is als ze met de trein aan komt in Heerlen, dan komt ze in zo'n bouwput aan. Hè? Ja, maar dat duurt niet lang meer. Het wil langzamerhand niet. De eerste fase wordt binnenkort afgerond. En dan kunnen ze aan het echte stationsgedeelte beginnen. En ik moet zeggen, ik ben de laatste begin rondleiding gehad door Michel Huisman, de architect en bedenker van het kunstwerk, zo wie het zelf neemt. En ik moet eerlijk zeggen, het ziet er fantastisch uit als ze op de binnenplaats staat. Het begint langzaam vormen aan te nemen. En er zit veel nu die niet zo blieder met zijn. Maar als je een keer geweest bent, dan denk ik, wel een beetje anders over. Het ziet er prachtig uit hoor. Maar er is ook de vastelovend voor om ook het maandkwartier een beetje op de hak te nemen. Dat is ook al een paar jaar usance hier in de opdracht van Heerlen. En ze huurt dat ook. En we werden er straks voor geneten. Ja, ik denk ook dat Vier Zwingmühle de traditie weer een eer kunt herstellen op het moment dat het morgenkwartier af is. Om het station ook om te dopen op de zondag in station Spassemeek. Dat is de laatste jaren niet meer gebeurd. Maar dat kan verzekeren met Michel Huisman over Kallen. Dat we dat op een schoen manier kunnen invoeren dat de letters Spassemeek op het station kunnen hangen. Tijdens de Vasselovensdag. Een hoop jonge meiden in de optocht die dansen op de muziek van Nena. 99 luchtballons. Semi-handig, ellendig. Oké. Okay. 15 meisjes uit Heerlen met het Britverlies aan boord. Met een aantal dames die in het Winkbulenbelet hebben gezeten. In de hemel is geen beer, daar komt drinken weer het heen. Op zijn Heerlisch rijmt dat kaart niet, maar. Bier en hier, ja. Maar wat chic dat ze erbij zijn. Nummer 174. CV de Wouweleren. Het Sanne, Cecile en Fernand. De Wouweleren gewoon aan boord van de safari. Ja, ja, dat moest wat hè. Ja, de camera ging een beetje heen en weer. Ja, maar ik snap ook op de camera, maar bij de vrouwelijke vrouw. Ja, maar het is natuurlijk met de dames te filmen. Maar hij is ook de muiten werd om die Wouweleertjes goed in beeld te brengen. Ja.
176, Civic Kick Chic. Al werden de damesgroep. Goed hele Kick Chic met alle fruit aan dek. Dat is de enige manier om deze dag durf te komen. Dat is een richtige wasgeloofenskijk. Ik heb hier stond Kick Chic. Klopt dat? Oh ja, kick ook, hè? Een kliek, hè? Een groep. In een kliek, een ganse kliek bijeen. Ze hebben het fruit aan dek zometeen, op de achtergrond zit je al. Dit zijn nog de wouwen leren, die poseren voor de fotograaf en met Rob erbij. Tuurlijk. Rob heeft alles gehad, hè. Hij had het geluk, hè. De vrouw, de Gees, de Rob, ja, hoofd voor de deur. Die heeft voor dit jaar wel met volle teugen kunnen genieten van de optocht. Zolang hij maar niet gaat wielrennen, vind ik alles goed. Ah, Einzelgängers, had ze dat gezien, die gaan we even volgen. Dat gaan we niet doen. Oh, Rob Dijkens. Rob Dijkens is op stroot, Rob. Ja, ja, ik ben op zoek. Ah, daar is ze. Had ze dat gezien? Ja, wat had ze dat gezien? Had ze dat gezien? Had er het gezien? Dat weer een nieuwe slager. Had er het gezien? Jongens, Ron Bastiaans, Boetwelt, de oud-prins. Verklaarde het even. Had er het gezien? Had het op de film? We hadden het gezien. Ik geloof dat we alles gezien hadden. Kom metlopen, dat we de opdracht niet ophouden. Had er het gezien? Had er het echt gezien? Is ongelooflijk. Had er het echt gezien? Echt hoor! Had het nog gezien? Ik had het echt gezien, meneer. Dankjewel. Hallo, pa. Hallo. Het is lastig goed te leggen, maar. Ze verbazen zich over wat er in de wereld allemaal gebeurt. Ongelooflijk. Wat knap dat ze dat zo volhouden. Ja. Het kans is zeg. Oh, maar ze kregen ook klink van snapering, dus dat chillt. Ik zie weer een enorm kasteel. Ja, dat is nummer 178. VV van alle schet. Het beer en de jonkvrouw zit binnen. Voor Spazabot van Oscar Stiel kan beginnen. Nieuw kasteel gebouwd. Kieken van een enorme wagen. Ik durf te wedden dat eerst het kasteel was en daarna pas het thema. Potten. Ook dat mag niet doen. Kijk hem de spas en dat stroom mee bij die vrouw die achter de wagen behoort. Het is ook een echte decibellenwagen. Ja, het is een grote bak met grote boksen erop. Het verdient zich op, want met de lichtstoet is dat ook. Veel van die grote wagens met veel muziek erop. Met hossende jongeren van achteraan. Dat waren de Deunerdols, vlakbij Anne natuurlijk, die in de optocht met kon. En we naderen langzaam de finale van deze grote optocht van Heerlen. Hier op het Pancratiusplein. Dit is de club Ummel Miss, Hans. Ja, het is een flinke groep hier in Heerlen. En daar zit onze kapelaan, Kapelaan Blom.
Ja. Oké, in de Pancratiuskerk de mens deed. Maar ik, Tom, ik heb begrepen dat ze nu zei op de, ja, op de handy. Het nieuws komt allemaal zo'n beetje binnen natuurlijk via de handy. En ik zie dat de collega's van Eind-Limburg melden dat de eerste carnavalsoptochten jammer genoeg zijn afgelast. Die zei vanwege het verwachte stormachtige weer gaat de grote Vastelovensoptocht van Remunt definitief niet door. En Rianne Donders, dat is de burgemeester van de gemeente Remunt, die heeft nog ook besloten om de Vastelovensoptocht van Zwalmen af te gelasten. Dat zet ze op Twitter. Ja, dus die eerste drama's die komen nu binnen. Ik zie dat de optocht van Hulsberg is doorgeschoven naar de dinsdag. Dus het wordt morgen, ja goed, journalistiek gezien een interessante dag natuurlijk voor ons. Hè, voor ons vakmensen om te verslaan wie de optocht wordt afgelast en zo. Maar het is een drama natuurlijk. We zullen morgen de ganse optocht van Remunt gaan opnemen en dit dinsdag uitzenden. Maar ja, ik lees hier dus dat, dat het allemaal niet doorgaat. En ik ben gewoon bang dat nog meer gemeentes en nog meer veiligheidsorganisaties en vastelovensverenigingen gaan besloten om de optochten die morgen gaan plaatsvinden. We hebben Kerkrooi, we hebben Venlo, we hebben dus Remunt, we hebben Venrooi, Roggel, Kapel, noem maar op. Ja, hele hei hebben we natuurlijk ook nog morgen. En we zien gewoon bang dat er nog wat gebroek, hoensbroek. Ja, het is triest nieuws, maar ik dacht ja, we moeten toch even live heen. Op televisie, sorry dat we daarmee dienen op te onderbreken, Hans. Maar we moeten het gewoon eventjes melden. Dit is het nieuws van Eind-Limburg. In Remunt en in Zwalmen zien de optochten afgelast, nu al. En ik ben bang dat er meer gaan gelden. Dus een klein beetje negatief nieuws indien de prachtige optocht, Hans. Ja, en ik weet zeker dat die anderen ook een fantastische optocht voorbereid hebben. Want die groepen hebben zich ontzettend veel moeite gedaan om het vuur te bereiden. Zo we hier ook het groep CV Ummermis en ze brengen spas in de krant. En die krant hebben ze natuurlijk morgen allemaal in de gaten gehouden om te kijken wat allemaal met die opdrachten gaat gebeuren aan Limburg. Ja, Leef nu, je gaat naar de kapelaan van Welte, maar ook van de Pancratiuskerk natuurlijk. Hè. Rick Blom, gans verkleid. Zag, wie is dat om zo te lopen? Het is geweldig. En we hebben als thema... We brengen spas in de krant en eigenlijk dus de spas en boord, de blijde boodschap zeg maar, hè, dat wij ook de spas willen brengen aan de mensen. We willen een beetje uitbeelden met spas en boord. Prima, en door er ook de meest woonzicht, als je gewoon zegt? Ja, zeker. Oké, hoe? Ja, in Welten, in Martinus. Oké, dus kijk even naar de toekomst misschien. Hè? Doe maar. Oké, adieu. Hoi. Ja, laten we er maar een klein beetje mee lachen. Limburgs Lachblad, zo ik al stoor nee, bij die uitzorggangers. En ook deze Tiroler groep. Ja, wat dan juist als je in zo, dat worden de muskiekers. Ja, en dit is alles door G, als ik het goed heb, niet? Tiroler Joepkes met de wagen. Ja, de, alles door G is de groep met de blauwe tractor. Ja, dat is deze hij. De Tiroler Jupkes die met deze wagen de gezelligheid nog heel dragen. Hans, even dik als vastelovensvierder. Dat is toch vreselijk nieuws, nee? Ja, dat is zeker verschrikkelijk nieuws. Maar we weten ook dat de veiligheid en de Vindelu zieken voorop zijn. Dat zijn ook lastige beslissingen die de burgemeester moet nemen om door te geven. Maar dat wil niet zeggen dat de vastelovend voorbij is. Nee, want de vastelovend werd alleen niet alleen met de optocht gevierd, maar natuurlijk ook durfde daarin. En ik weet zeker dat de Remung ook een passende oplossing zal vinden. Of dat het nog volgende week de optocht werd, of dat het een optocht met half vaste werd. De meute zal niet van niets zijn. Ik weet zeker dat ons vriend van de Nulut Remung daar een passende oplossing voor hebben. Morgen dan helaas niet. Maar ik denk. En ik ben er zeker mee eens dat ze geen risico's moet nemen. Dat ze zo zich nog niet moeten voorstellen dat een wagen ergens omkiept. Ik moet er niet aan denken. Ja, goed gelijk heb ze. Ondertussen, we naderen zo'n beetje het eind niet, hè? Van de vastelovens op te genelen. Voor de laatste 20 nummers. Laten we er volop van genieten. Ja, ja. Dus, ik vind het echt fantastisch. Hè. De stimmel zit er goed in op Pancratiusplein. De groepen blijven langskomen en ik weet niet wat, volgens mij is de pot verstopt. Dat ze even moeten oplossen. Al die problemen tijdens een opdracht die opgelost moeten worden.
Daar was de prins vorig jaar het probleem dat een van de wielen van de wagen afgebroken wordt. Dat hebben ze nog in de vlotschot zo'n lassen, de ganse morgen. Kent ze het programma Heel Holland Bakt? Kent ze dat programma Heel Holland Bakt? Ja. Daar hebben ze Heel Holland Kakt van gemaakt. Heel Holland Kakt, de groep heet door Dolle Boel. En ze komen zelfs uit Breda en Amsterdam, zeggen ze. Dus het is een beetje een Hollands onderwerp. Iets met poep en kak. Ja, oh, Anne. Oh, dat is, het heet echt een zware optocht dit jaar. Nou, laat gewoon Anne. Echt? Ja? Maar waarom moet ik dan in de pot zitten? Dankjewel man, en nog een fijne optocht, tadaa! Voilà! Je hebt het wat gekregen, joh, hè? Je hebt een ingepakte drol gekregen. Zo. Ja, heerlijk. Zo'n drol in schiefjes gesneden. Maar dat ging natuurlijk makkelijk als het in de diepvries ligt. Dan kan ze nog zien. Nou, proficiat al, hè? Ah, heerlijk, gelukkig in het tuutje. Als je denkt, het minder. Ja, het spel wordt gespeeld, dan ga je dit met de vaste lopen doen. Het spel met het publiek, dat is het leuke. We luwen het publiek halen en dan ga je het met hoed halen. En weet je wat het leukste daarvan is? Het zijn altijd dezelfde lui die ze pakken. Het zijn altijd dezelfde die de klas zijn. Dat weet mijn vrouw in Mettekallen, dat was vorig jaar ons Stavelo ook. Dan wordt het ook weer goed gehaald. Dan houden ze een fantastische groep en dan worden de rode. En die houden gaat tegen de groene draken. En die vrouw houdt een groene jas aan. Ja, dat is het, dus de klas. Ja, ja. Gans rood geschminkt, confetti in de horen. Fantastisch gedaan. Stavelo leed in de Ardennen. Dan is het 6 maart te doen met half vaste. Ga ik daar maar eens naartoe. Ik hang het maar eens beleefd, maar god op tijd, want de parkeerplaatsen zijn vrij snel op. En er komen echt duizenden mensen op aan. Het is bij Verviers naar onder toe. Het is vanuit de streek binnen een half uur gebissen in Stavelo, vlakbij Malmedy. Ga ik maar skieken en als je doorgaat de tijd hebt, kom naar Mazeik. Of kom naar Rimburg naar de Eindsergengen optocht. Ik word het helemaal aan nog even, maar het is echt leuk om een keer ook helemaal vol te lopen spuiten met de confetti van Stavelo. Hier is zeker nog een draak op ons af. Met een hele grote wagen, een oude SLD-wagen. Dat is de groep nog immer geen norm. Ja, ik denk dat dat nog immer geen norm is, deze wagen gebouwd. Die allerhande dieren goed beelden en gemak hebben. Ja, kijk eens, ze lopen van achteraan. Met bovenop een draak, bovenop de wagen. Een draak of een verken. Ja, ik wil net zeggen, spierverken. Kikkers, alles zit erin. Olifanten. En nog wat zwangere kikkers. Asse van Spassa's, moet ik zeggen. Jongen. Wat een rubbe. Veel spas en plezier aan jullie sleef dat hele. Nog helemaal geen norm. Het is een dier uit de kast gewoon. Hans, wat blieft de blauw shoot? Ja, weet ik niet. Ja, volgens mij stond die binnen achteraan. Oké. Ja, misschien hebben ze bandenpech. Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat die snel pech hebben, jongens. Want die hebben een fantastische monteur aan boord. Ja. Derlei Loven is natuurlijk lid van het Gilde van de Blauwe Schut. En Derlei Loven is wel bekend van Loventrucs. En die weten natuurlijk wel wat ze met zo'n wagen moeten. Verzorgen ook het onderhoud aan dit prachtige schut. Nummer 185, we kunnen kijken. Ik zie een prins. Kun je het zeggen? Prins Huub en prinses Giovanni. Ik zou niet weten waar ze vandaan waren. In ieder geval in de wagen, was weer als dak erbij gereden en optocht. Met zo'n kerkrooi heel aan Amsterdam. Nou, gezellige combinatie, zou ik zeggen. Als ze maar spas aan boord hebt, dan is het goed.
Pas aan boord, het thema van de wingwielen van dit jaar. En ik moet zeggen, de lui hebben zich ontzettend veel moeite gedaan om dat tot uitdrukking te brengen. Volgens mij heeft Rob Dijks een soort bushalte gevonden, een soort shooterhalte. Klopt dat, Rob? Ja, ik had inderdaad een geweldige halte gevonden met Eugène, met Lars en met Ed. Want ze zijn het eerste jaar zevende duikboot. En als ik het niet fout had, ook het laatste jaar, of niet? Ja, luister jongen, we willen altijd met de hele shop nog meelopen. En dit jaar, ons derde jaar jubileum. 3 keer 1 jaar jubileum als shootergasten. En nu lopen we hier alleen, met ons drieën. Dat is geweldig, gewoon top. En dan hoop je toch dat er weer een keer met mag met de shoot. Ik ga het even verstangen op, joh. Wilt ze toch nog een keer met de shoot? Dat bekijken we nog, we zullen ze ook een beraden. Oh, is dat zo? Het is goed zo. Oké dan. Jongens, veel plezier, hè. Hoi. Hans, als je dus een halte hebt, dan wacht ze op de blauwe shoot en dan is ze niet wie het, hè. Kijk maar eens. Nee, dat kunt toch. Dit is de shoothalte. De shoothalte is die 3 bemanningsleden die de afgelopen 3 jaar zijn metgegaan en door, leeft, dames en heren. Sudor, de stolz van Heerlen. De herauten van de Limburgse vastgeloven. Het gilde van de blauwe shoot. Dit jaar hebben ze hier de 66e tocht gemaakt door de regio. En misschien dat er nog wel het voorbij zien komen wie ook in de straat. Want immer wensen door Limburg varen. Schleet uit kanon of de grote scheepstoeter. Boven aan boord de bemanning van de 66e tocht. De lachende ezel van de wingbule voorop als vlaggenschip van de wingbule. Zit die jij in de hele Chevasse Lovensoptocht? Met de bemanning is Friedrich Owens hij natuurlijk onthaald als koningen en als richtige herauten. Fantastisch de intocht hij op het Bagratiusplein. Hoe doen ze de luchtongen om ze te ontvangen? Hier stonden ze. De shootermannen. Weet ze, de West nimmer of is dit nou de echte shoot? Want ik heb er zoveel gezien. Ja, maar dit is toch echt. Ja, weet ze het zeker? Ja, heel zeker. Kijk maar, HVV de wingbullen. Hier zit Dick Dijkstra, de matroos derde jaars. Ah ja, nou herken ik de gezicht al. Ja, ja. Ja, dat herkent ze wel. In het kraaiennest door Joost Starremans. En daar zit natuurlijk ook aan boord de Atmanen. Dit jaar is die laatste tocht maar tegen het afscheidnummer van het gilde. Hey, goeie op de Moelemaker, goeie op hout. Goeie op hout. Door Jo Bosch. Harder. Ja, daar komen ze weer. Ah, dan kijk het op mijn aflip, dames en heren. Wat goeie die hoed, fantastisch. Ze zijn schreien. De Rob Kessels is natuurlijk boven op de shoot. We zijn aan het kijken wie die mannen even langskomen. Een triomftocht door Heerlen. De 66e tocht is afgelopen. Ze zitten er druk in Heerlen. En zie. Maken natuurlijk de vastgelovend helemaal compleet. Het narreschip van Limburg. Fantastisch dat zij in de optocht van Heerlen door wie ze het heren van harte proficiat met een jubileum. Maar als de blauwe shoot is geweest, Hans, dan duurt de prins ook niet meer lang toch, hè? Ik is eerst de Elverrood, of weet dat heb je ook? Ja, zo meteen krijgen we de Elverrood nog. En dan daartussenin zit tussen de Elverrood en de Prins in. Zit de vereniging van onze hoeklustigheid vol ornaat. En ik zie hem daarachter al gaat confetti bladeren. Dat betekent dat hij de Rood van Elf aan kunt. Ik heb de nieuwe wagen die ze dit zo gebouwd hebben. Hier nog de blauwe shoot. Die zijn vol op hun struien zien. Ja, die zijn vol op hun struien. Die zijn aan het genieten. En ze huurden dat ook. Ja, de huurplenen daar aan boord. Afgelopen op de grond met de gouden ezel. De hoogste onderscheiding die ze in Heerlen kunnen krijgen. We zien inzet voor de heerlijke vastgelovend. En het is nog altijd druk langs de kant. Dus er is nog altijd 6-7 rieën diekstom. En dit is dan de Elverrood volgens mij. Nou, die zitten ook niet stil. Nee, die zitten helemaal niet stil. Ik weet niet wat het is dit jongen, maar volgens mij jeugt iedereen onder de pels. Hè? Ja, het is. De Rood van Elf heeft zich dit jaar weer een zwoer tocht gehad, al die dagen met de prins met. Kijk door het schild wat hier allemaal op zijn nak kunt hangen. Maar toch kan ik erin zien dat ze lid is van de wingwielen, van Hille, van de Rood van Elf. De mannen zijn flink aan het struien en laten zich natuurlijk zien wie dat er richting vastgelopen gevierd moet worden. De Rood van Elf,
van de Ringbule van Heerlen. Fantastische club. Moet ze richtig, wie ze dat hij zeggen, pet met kind klauwen. Met de vuurzitter, de Ad Geraerts. De Paultje Munnix, onze Nestor. En een prachtige wagen dit jaar geboet. De Cliff, de Roger. Allemaal. Spas en plezier. Kijken ze zich goed leven. En die zijn mijn schnitz aan het uitgooien. Ja. Mijn schnitz. Ik hou zo graag ook met een goeie. En ik heb geen schnitz. Ah, we bewaren nog wel een teutje voor dit. Dat komt helemaal goed. En dan kiezen we dan dadelijk achter de Elverrood kiezen we de prins, hè? Prins Joris. Ja, hij is toch zijn eigen club volle maat. Oh ja. Hij langs komen. Want dat is zijn eigen vriendenclub. Dat is zijn eigen vriendenclub waarmee hij dat normaal de vastelovend viert. Maar dit jaar deed hij dat natuurlijk als hoeklustigheid van het lief dat hele. Hé, hey, goeie bal. Hier vliegt van alles over. Oh, ze moet er weer op mee hebben. Haal op. Heerlijk die poefelen. Haal op. Lief, dames en heren. Fantastisch. Wie heeft spas en plezier is. Die jongens hebben ontzettend veel plezier en gezogen man heel even in beeld. Dus we hebben te maken met een leegman die in Eindhoven werkt bij zo'n bekende fabriek. Of we dit helemaal fabriek hebben geworden. Nee. Hij werkt voor zo'n lampenfabriek in Eindhoven. En dat deed hij alles op het gebied van gebouwen, facility. Precies, maar en wat duidt hij hier in Heerlen? Hier in Heerlen is de stadsprins van Heerlen. De grootste man, de hoogste baas hij in Heerlen tijdens de vastelovensdag. Gisteren de sleutel gekregen van onze hooglustigheid, van onze burgemeester. Dus hij mag regeren over de stad. En dat deed hij ook met volle teugen. Zo meteen kregen we hem zeker weer een beeld. We hebben eerst nog even de Rood van Elf. Ja, en vol ornaat dus. En vol ornaat, ja. Want wat is dat voor een club? Het is een club van vrienden. Vrienden die samen met onze hooglustigheid de vastelovend vieren. Dit jaar hooglustigheid en een fantastische adjudant gaat de shit ook bovenop de wagen bij de Rood van Elf. De adjudant, de Koen Thijssen. En ik moet zeggen, hij had wel ontzettend moeite moeten doen om erbij te zijn. Want hij werkt in Stuttgart en dan moet hij elk weekend in Stuttgart komen. 4,5 stond in de auto en daar komt hij. De stolste hooglustigheid van ons lief, dat hele Joris de Eerste. En we gaan gewoon even kijken. Goed kijken, genieten van dit moment van onze hooglustigheid. Hij veurt de prinsenwagen natuurlijk vol ornaat met een tuk-tuk. Veer maken schoenship met de wingbule en ze huurt dat. Dat doen ze speciaal voor uw lid. En dat is de prins dit gezien, Joris de Eerste. En als ik ook afvroeg, wat zien nou de kleuren van Heerlen en van de wingbule, is het rood en wit. Misschien als ik het ook afvroeg. Ik weet niet of je de prins ziet. Oh, daar is hij. Maar hij is gehuld in de kleuren rood en wit. Noodrijten, Pancratiusplein op, dat is zijn hoogtepunt. Dit is de finale van de grote optocht van Heerlen. Als deze man eens in entree maakt. Hewel. Toen ze de mensen langs de kant zo'n agrije diek. Natuurlijk ook om te vangen wat de mensen hoeds meteen. Nou, we weer zo'n beetje aangerand aan Toffel.
weer kapot gesmeten hier aan Torfhout. De bloemen zien van Anne, want Anne heeft op de catwalk gestaan, het touwtje moeten springen, heeft op een wc moeten zitten. En de bloemen zien ook voor Rob Dijks en voor Francis van het café hier, het winkbielencafé, proficiat. Dankjewel. Dank je voor de verzorging. Heel graag gedaan. Rob, dank je jong. Graag gedaan Tom. Nimmer te veel wielrennen. Nee. Oké, Hans, dank je. Ja, Tom, dich ook hartelijk bedankt. Ik vond het kei tof. Fijn dat ze vanuit Venlo naar Heerlen is gekomen. Ik ben Geren Heerlen. Ja, dat altijd. Weet ik zeker. Lieve dames en heren. Ik denk dat we hebben kunnen kijken naar een fantastische optocht. En Viruswing wil de Winter Cruisejob. Dat we dit hebben mogen doen met L1 op televisie. Dat we hierop kunnen genieten van de vastelovend in Limburg. En ik zou zeggen, vier de vastelovend nog volop in hun eigen plaats. En voor Wintje, de Lu natuurlijk in al die andere plaatsen morgen ontzettend veel succes. Vier hebben het erop zitten. Maar voor duur me allemaal vrug dat morgen alles goed kan doorgaan. Vastelovend samen. En als ik ook afvroeg wat de opperwingbuur moet doen, dan is het precies dit. Ik kijk heel stiekem op de prachtige alde Pancratiuskerk. Zien dat het vijf, over vijf is erboven. En dat betekent dus dat we klaar zien met de allergrootste vastelovensoptocht van Nederland. We hebben het keer gedaan met dit team en we doen het in de toekomst zeker nog keer. We wensen alle mensen morgen, alle organisaties, alle gemeentebesturen heel veel sterkte met het besluit over de optochten van morgen bij windkracht 5, windkracht 6 of het wel of niet doorgaat. Het laatste nieuws wat we hebben gehoord is dat de optochten van Remunt en Zwamen sowieso al zien afgelast. We wensen iedereen heel veel sterkte met dat besluit. Probeer er toch een mooie vastelovens van te maken, ondanks alles. Want binnen no en doezet joh, de vastelovens lief gewoon doorgaan. Dit was Heerlen, dit was Corio Valm, we zwaaien allemaal. Bis volgend jaar, vastelovens samen!